Een goedenavond allemaal. Ik stel voor dat we een aanvang gaan maken met onze openbare commissievergadering dinsdag 30 oktober. Daarmee de opening gedaan hebben. Mededelingen zijn er niet, komen aan vaststelling van de agenda. Heeft iemand opmerkingen bij de agenda? Die zie ik ook niet. Inspreekrecht heeft zich niemand voor gemeld. En doet dat ook nu nog niet. En dan komen we aan het vragenuurtje. Er ligt één vraag op tafel van mevrouw Margriet Vissering van de VVD. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze vraag luidt: op donderdag 25 oktober bericht het Dagblad van het Noorden over de gevoelens van het personeel van Veilig Thuis Drenthe. Zij ervaren een angstcultuur en onveilige sfeer bij de VTD. Een aantal werknemers hebben een zwart boek opgesteld en deze naar de gemeente gestuurd, die zitting hebben in het dagelijks bestuur van de GGD Drenthe, waar de VTD onder valt. Er wordt gesproken over een groot verloop onder het personeel, wat leidt tot gemeenschapsgeldverspilling, en men vraagt zich af hoe deze organisatie, die hulp moet bieden aan mensen met een veiligheidsprobleem, dit kan doen als het personeel zichzelf al niet veilig voelt. In 2016 kwam de VTD onder verscherpt toezicht van de inspectie en van de 24 toetsingscriteria voldeed de VTD er maar aan 16. Onze vragen zijn: heeft de wethouder kennis genomen van het zwartboek dat een aantal werknemers heeft opgesteld? En wij hebben reeds eerder laten blijken erg verbaasd te zijn over de enorme bedragen die gevraagd werden door de VTD. Wij vinden deze berichtgeving erg omvangrijk en vragen het hele college dan ook wat ze hier aan gaan doen in een samenwerking met andere gemeenten. En de laatste vraag van ons is: wanneer en hoe gaat de wethouder ons als gemeenteraad op de hoogte houden van deze situatie, ook gelet op de nota verbonden partijen die aan het eind van deze commissievergadering op de agenda staat? Dank u wel. Wethouder Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Vissering, ik zal graag trachten een antwoord te geven op al uw vragen. Een aantal dingen die zullen ook nu nog niet beantwoord kunnen worden, maar hopelijk in een later stadium. Hebben wij kennis genomen van het zwartboek? Het zwartboek is aangeboden aan de drie gemeentes waar de collega's wethouders DB lid zijn. Op dit moment wordt het zwartboek natuurlijk goed bestudeerd, daar wordt goed naar gekeken. En de GGD zal zo spoedig mogelijk met een reactie hier op komen. Zelf ben ik wel van mening dat we ook, als u dat helpt in mijn antwoord, dat we zouden moeten kijken hoe we een objectivering van mogelijke reacties die in het zwartboek staan, hoe we daartoe kunnen komen. Dus ik kan op voorhand dat nog niet zeggen, omdat ik zelf nog het zwartboek niet heb kunnen zien. Maar die wordt ongetwijfeld ook voor mij inzichtelijk. Het is overigens niet alleen van medewerkers, het is ook van vertrokken medewerkers. En u hebt in de berichtgevingen, in voorgaande berichtgevingen, ook de reactie van de directeur van de GGD gezien. Ook hier zal een zeker vervolg op komen. U hebt een vraag gesteld over de bedragen naar de VTD. De aanvragen voor de VTD die zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Het bij de stad beschikbaar gestelde budget was bij lange na niet voldoende om twee organisaties die eerst afzonderlijk van elkaar functioneerden, namelijk kindermishandeling en huiselijk geweld, om die bij elkaar te brengen. Te meer ook omdat de vraagstelling en de wettelijke verplichting die VTD meekreeg van het Rijk ook een gans andere was. En het vraagt natuurlijk hele andere competenties. Werden vroeger de behandelingen vaak zelf door de GGD gedaan en dus door de medewerkers, die daar ook hun voldoening uithaalden. Er is nu veel meer de regie over hoe kunnen vragen op de juiste plek terechtkomen. Dat is dus een heel andere competentie die medewerkers nodig hebben. En de een die kan dat goed, de ander die kan die omslag moeilijker maken, wat ook soms heel begrijpelijk is. En daardoor kan ook wel onvrede ontstaan. De gemeenten hebben meer middelen beschikbaar gesteld, ook moeten stellen. Want de gemeentes zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor VTD. Niet de GGD, maar de gemeentes
die dat uitbesteed hebben aan de GGD. En dat is dus een additionele taak van de GGD. In 2019 zal er zelfs weer een nieuwe aangescherpte meldcode komen. En ik sluit niet uit dat dit ook weer nieuwe aanpassingen in de organisatie van de VTD's in Nederland met zich mee zal brengen. U vraagt wanneer we u op de hoogte brengen. Nou, dat doe ik ook bij deze. Maar u weet ook, op 13 november vindt er een raadsbijeenkomst met een presentatie plaats van VTD door onze directeur. Maar waar ik ook bij aanwezig ben. En daarin kunt u alle vragen over gangbare zaken, maar ook over bestuurlijke zaken, kunt u daar allemaal stellen. En dan hoop ik dat u en alle uw collega's daar ook een voldoende antwoord in vindt hoe we verder gaan met de VTD. Dank u wel. Voldoende voor dit moment. Ik ben er niet gerustgesteld, maar in ieder geval dank voor uw antwoord. Het is in ieder geval helemaal duidelijk. Dank u. Ja, voorzitter, ik ben ook nog lang niet gerustgesteld. Dus dat hebben we goed gemeen. Dank u wel. Dan hebben we daarmee dit agendapunt afgerond. Dan gaan we naar agendapunt 6. Dat is het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Ik maak u er graag op attent dat de agenda nog volop gelegenheid biedt om u te profileren als raadslid. Dus laten we hier een beetje vlot doorheen fietsen. Brief A1, zijn daar vragen over of opmerkingen? Die zijn er niet. A2, A3, A2, mevrouw Jaspersen, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een korte opmerking en een vraag over dit punt. Ten eerste jammer dat er weinig publiciteit is geweest omtrent de activiteit in de regenboogweek. En ten tweede, er zijn ideeën om met een voorstel te komen voor het realiseren van een regenboogzebrapad in het nieuwe stationsgebied. Staat het college hier positief tegenover en is hier een financiële mogelijkheid voor? Dank u wel. Volgens mij is het portefeuille bouwmeester. Gaat uw gang. Ja, over regenboogzebrapaden weet ik niet of ik daar ook over ga. Maar de opmerking over de publicitaire aandacht trek ik me natuurlijk wel aan. Het is niet zo dat wij als gemeente de trekker zouden moeten willen zijn. In de zin dat wij de enige zijn die activiteiten en dus ook publiciteit daaromtrent genereren. Maar wat we wel kunnen doen is natuurlijk wat er is versterken. Dat hebben we wel geboogd. Maar als het in uw optiek te weinig is, dan moeten we misschien daar in de marge van deze vergadering maar eens kijken hoe u kansen ziet, aanknopingspunten ziet om die aandacht te vergroten. Over het doel en de wenselijkheid verschillen we denk ik niet van mening. Voldoende zo. Ja. Dan waren we bij A3. De heer Sopper, BBC. Dankjewel, voorzitter. Nu de zonneparken in Drenthe als paddenstoelen uit de grond schieten, rijst bij onze fractie de volgende vraag op. Kunnen wij in de situatie komen dat de netbeheerder een vergund zonnepark weigert omdat er onvoldoende capaciteit is? En eigenlijk mijn vervolgvraag daarop is, zo ja, wat zijn dan de consequenties? Ja, voorzitter. Tot nu toe heeft de netbeheerder zich, of heeft in ieder geval aangegeven dat alle vergunde zonneparken, dat die zijn meegenomen in de capaciteitsplanning en dat die allemaal gerealiseerd kunnen worden. Betekent dat dat een park wat nog niet vergund is, dat die misschien de buiten zou kunnen vallen? Ja, dat zou nog kunnen. En wat de consequenties daarvan zijn, volgens mij weten we allemaal dat we in een energietransitieperiode zitten. Dat er de komende jaren heel veel moet gaan veranderen. En dat het betekent dat er gewoon capaciteit bij moet komen. En ja, ik snap dat de netbeheerder op dit moment zegt van ja, we lopen bijna tegen de grenzen aan. En meteen daarachteraan de opmerking, we kunnen wel wat doen, maar daarvoor hebben we heel veel geld nodig. Dan denk ik dat daar een rol ligt voor bijvoorbeeld de Rijksoverheid om dat geld gewoon beschikbaar te gaan stellen. Want het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant zegt van we moeten met z'n allen van die fossiele brandstof af en we moeten naar duurzame energie. En aan de andere kant dat er geen geld is om een netwerk wat daarvoor nodig is om dat fatsoenlijk te versterken. Dus ik denk dat dat de ontwikkeling is die op dit moment al gaande is. En die ook in de toekomst nog zou kunnen. Ja, en dan kan het inderdaad zijn dat, dat misschien bepaalde ontwikkelingen eventjes iets on hold worden gezet.
Maar volgens mij zou het dan uitstel zijn en zeker geen afstel. Dank u wel. Mag ik daar een vervolgvraag op? Volgens mij is het, als een park vergund is, moet die binnen 2 jaar actueel zijn. Maar de netbeheerder heeft al aangegeven dat het zeker 5 jaar duurt. Dus hoe zit zo'n contract dan in elkaar? Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe contracten tussen de netbeheerder en een exploitant van een zonnepark of een windmolen in elkaar zitten. Volgens mij zijn dat gewoon wederzijds verplichtingen die je aangaat. En wat daar dan consequenties zijn van het niet kunnen nakomen van een contract, ik denk dat we dat ook vooral even tussen die twee partijen moeten laten. En dat we dan ons daar als gemeente hooguit op kunnen wijzen dat wij dat niet zo wenselijk vinden. Dat de energietransitie vertraging oploopt door een capaciteitsprobleem. Maar dat we ons daar verder niet in moeten gaan mengen. Stoker ook op wat 3. Ja, dank u wel, voorzitter. Even een korte opmerking en wellicht ook een vraag. We zien dat er een flink aantal zienswijzen binnen zijn gekomen. Waar zeg maar kritische zienswijzen zijn ten aanzien van de vestiging van zonneparken. Tegelijkertijd zien we ook dat er aanvragen binnenkomen voor nieuwe initiatieven. Terecht bent u als college heel kritisch op die zoekgebieden buiten het zoekgebied. Zeker daar waar het gaat om bufferzones, bos en natuur. Is het een idee dat we daar op enig moment toch nog weer een keer met elkaar over in gesprek gaan? Want juist die mensen die met nieuwe initiatieven komen, die komen nu gewoon ook zeg maar, met gebieden waarvan wij misschien dat gewoon veel minder wenselijk vinden. Dus mijn vraag is heel concreet, kunnen we het daar nog eens een keer met elkaar over hebben? Ik schat in, voorzitter, dat in de toekomst wij daar zeker nog met elkaar van gedachten over gaan wisselen. Zeker ook in het kader van die lokale energiestrategie die wij ook worden geacht in het provinciale traject in te brengen. En dan zullen we met z'n allen en met veel meer partijen nog van gedachten gaan wisselen over wat we allemaal nog moeten gaan doen om volledig energie-neutraal te gaan worden. Dank u wel, mevrouw Visseling, Adrie. Ja, dank u wel. Ik ben het inderdaad met meneer Stoker eens. Er zijn een heleboel zienswijzen ingediend. En naar aanleiding van die zienswijzen, maar ook de mensen vanuit Steenwijksmoer die hier ingesproken hebben, zouden wij het wel fijn vinden om inderdaad op een ander moment hier toch nog eens een keer met elkaar als raad over te spreken. En mijn vraag is, ja, komen we er een keer op terug? Of is het misschien een idee om dit onderwerp toch nog op een commissievergadering te zetten? Nee, volgens mij komen wij daar ergens in de loop van volgend jaar zeker nog met elkaar over te spreken. Dan kijk ik even of u daarmee tevreden bent, mevrouw Visseling. Ik zou het wel fijn vinden om het op de commissievergadering te zetten als agendapunt. Oké, dan reken ik erop dat u een verzoek om behandeling richting agendacommissie doet. En ik zie de heer Stoker al knikken, dus dat wordt ondersteund. En meneer Hoedemaker signaleert ook dat hij dat wel steunt volgens mij. Ja, dan doen we het zo. Dank u wel. Dan kunnen we door naar 4. Niet... Oh, sorry, meneer Bouwers. Ik zag u over het hoofd. Gaat u gaan. Er zijn er maar weinig. Goed. Ik ga nog even over op 3.11, dat de verlengde Hogeveense vaart, Zwinderen. En daarin is verbazing bij de aanvragers. En onze vraag is dan ook van, zijn er inderdaad gesprekken met deze aanvragers geweest en zijn er toezeggingen gedaan? Volgens mij de laatste vraag, toezeggingen volgens mij niet. Wij doen niet zomaar toezeggingen over wat wel en wat niet kan. En volgens mij heeft u het dan over dat hele grote initiatief wat loopt. Ook met die partijen is ook later is nog een gesprek geweest. En we kennen de wensen die ze hebben. Wellicht komt er ooit nog eens een keer wat in beeld. Nou, ik hoor al van diverse kanten ook het besef dat dit misschien wel niet het laatste was wat we zouden moeten gaan doen op het gebied van duurzame energie. Maar voor zover ik heb begrepen is daar ook nooit, van die kant in ieder geval het gesprek wat ik met ze heb gehad, is er helemaal niet gesproken over toezeggingen of iets dergelijks. En ik wijs er graag op dat we net hebben afgesproken dat we deze brief gaan behandelen in de commissie. Dus het is nog alle gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen. Dan kunnen we nu door naar 4.
Ja, mevrouw Jaspers, PvdA. Nog even terugkomend op A2. Mijn vraag over het regenboogzebrapad staat nog open. Ja, die pakt meneer Huizing dan nog op. Ja, als het gaat om stationsgebied en zebrapaden, volgens mij dan beide. Volgens mij moeten we daar gewoon afzonderlijk naar gaan kijken. Ik snap de wens voor een regenboogzebrapad. Of daar het stationsgebied dan de juiste plek voor is, daar kunnen we het altijd over gaan hebben. Maar volgens mij kun je daar prima nog nader over in gesprek gaan. Oké. Er werd er toch nog een rommeltje, maar ik ben bij 5. Geen vragen of opmerkingen over 5, 6. Ook niet 7. Ja, meneer Kamps, BBC. Dank u wel, voorzitter. Het uitvoeringsprogramma geeft een beeld van hoe de capaciteit intern is verdeeld over de verschillende aandachtsgebieden. De conclusie is veelal een capaciteitstekort en er lijkt wel een gevoel van machteloosheid te ontstaan. Mijn vraag is, in hoeverre is de uitvoering gericht op samenwerking met andere afdelingen binnen de organisatie en met welke informele bronnen, zoals inwoners, gebiedscoördinatoren, etc. En mijn volgende vraag is, er over nagedacht hoe we de samenwerking meer als coördinerende factor kunnen zien, ook in het kader van verbindende besturen, zie de portefeuille verhouder hier ruimte voor. Nou, als het gaat om toezicht en handhaving, dat is uiteraard gewoon in de eerste plaats vooral een gemeentelijke rol. En de conclusie is terecht dat qua handhavingscapaciteit het niet overhoudt. Overigens is dat wel vaker zo, denk ik. Als je echt alle regels streng wilt gaan controleren, dan mogen we denk ik een gemeentehuis gaan bijbouwen. Dus vandaar ook dat wij keuzes maken in de handhaving. Nou, dat zie je in het uitvoeringsprogramma vooral, welke keuzes wij daarin maken. En dan letten we uiteraard vooral op het risico wat je loopt en de ernst van de overtreding. Het is altijd goed volgens mij om alle oren en ogen goed te benutten. We krijgen ook veel meldingen, zowel van interne medewerkers als inderdaad ook van inwoners over nou, allerlei zaken die zij zien die niet in orde zijn. Nou, daar moeten we ook vooral ons voordeel mee doen en mee blijven doen. En ik denk, en dat hebben we vorig jaar toen u als raad ook extra capaciteit beschikbaar heeft gesteld, hebben we ook aangegeven dat we willen gaan kijken hoe we bijvoorbeeld wijkgericht veel meer de samenwerking willen gaan zoeken tussen aan de ene kant de gemeentelijke toezichthouders en handhavers en aan de andere kant veel welwillende inwoners die zich bijvoorbeeld ergeren aan allerlei kleine overlastzaken en daar ook zelf wel wat aan willen doen, maar dan soms net eventjes die steun van de sterke armen van de handhaving nodig hebben. Dus daar willen we zeker naartoe om dat te gaan doen. Dat hebben we in dit programma nog niet gedaan en dat zal meer voor het programma voor de komende jaren, wat ergens volgend jaar zal moeten worden opgesteld, willen we daar een volgende stap in gaan maken. Prima, voldoende beantwoord. Dank u wel. De heer Geertsma op hetzelfde onderwerp. Ja, voorzitter, niet omdat ik mezelf zit te profileren, dat heb ik niet nodig. Maar ik zit hier omdat ik een controlefunctie heb. Bij dat toezicht en handhaven, dat zijn feitelijk kwaliteitskosten. En die kosten leveren niets op, tenzij er ook mensen gepakt worden. En je kunt prioriteiten stellen op basis van wat je verwacht, maar je zou ook kunnen kijken, wat hebben we vastgesteld in voorgaande jaren met die controles? Want als de bevolking dezelfde prioriteiten stelt als de bestuurders, dan zullen ze netjes in de pas lopen. En wat ik een beetje mis in dit stuk is de historie om als onderbouwing bij die keuze. En ik wilde graag als van de wethouder weten hoe hij daar tegenaan kijkt. Ja, volgens mij, voorzitter, in een ideale wereld hebben we geen toezicht en handhaving nodig, want dan houdt iedereen zich uit zichzelf aan de regels die we misschien nog niet eens hoeven af te spreken dan. Maar volgens mij zijn we het er met z'n allen wel over eens dat dat niet het geval is. Waar wij in ieder geval op proberen in te zetten is
daar waar, wat ik net al zei, het risico het grootst is. Of waar bijvoorbeeld de ergernis van anderen, en dat is daarmee ook een risico. Als anderen zich heel erg ergeren aan bepaalde overtredingen en je doet daar niks tegen, dan heeft dat ook zijn weerslag op het gedrag en op het gevoel van anderen. Dus op die twee punten proberen wij vooral in te gaan zetten. En dat heeft uiteraard, zie je dan ook een ontwikkeling in waar we ons op inzetten. Ja, en dat wordt daarnaast nog versterkt door handhavingsverzoeken die iedereen natuurlijk altijd kan indienen. Ook op punten waarvan wij misschien hebben gezegd van nou, de prioriteit ligt wat lager wat ons betreft qua handhaving. Als iedere willekeurige inwoner die een handhavingsverzoek doet, daar zullen wij serieus naar moeten kijken. En dan zullen we ook moeten besluiten of wij overgaan tot actie. En als we daar dus ontwikkelingen in zien, dan mag u daarop rekenen dat we die uiteraard ook meenemen. Als we heel veel handhavingsverzoeken over een bepaald onderwerp krijgen, dan zou het niet heel verstandig zijn om daar in de toekomst geen rekening mee te gaan houden. Ik snap, als er een verzoek wordt ingediend, dan zal er vaak een reden toe zijn. Dus dan is de scoring waarschijnlijk ook 100%. Dus dat is geld wat goed besteed is. Maar ik kan me ook voorstellen dat er, u zegt net, er worden op basis van een risico-inschatting komen tot de inzet van uren. Ik kan me ook voorstellen dat die inschatting, of die risico-inschatting inderdaad, soms te negatief is. Met andere woorden, dat de controles minder opleveren dan eigenlijk verwacht was. En de vraag is dan eigenlijk nog concreter, is er op de een of andere manier, wordt er op de een of andere manier gerapporteerd wat de toezicht en handhaving heeft opgeleverd? Van de controles die worden uitgeoefend, daar wordt een rapportage over opgemaakt. Dus ook als er niks wordt aangetroffen, dan wordt vastgelegd dat er niks is aangetroffen. En dus even de vraag van als je inzet op een bepaald punt, als je dat ook van tevoren communiceert dat je dat doet, en je treft vervolgens geen overtreding aan, ja, dan is even de vraag van hebben we dan het verkeerde punt gekozen of gaat er dan een preventieve werking al vanuit en hebben we dan misschien het effect wel nog harder bereikt dan we met uiteindelijk echt daadwerkelijke handhaving zouden kunnen gaan bereiken. Dus dat blijft uiteraard moeilijk vaststellen. Dus vandaar dat we zeggen van ja, dan moet je het risico moet je ook vooral wel gaan blijven meewegen. En dan mag de samenleving van ons verwachten dat we daar waar wij de grootste risico's zien, dat we daar ook gewoon wel op blijven inzetten. Dank u wel. Even kijken, daar zijn we aan 8. Daar is denk ik niks over. 9. Ook niet. Telefoon. En 10 hebben we ook nog. Het is een mooi deuntje. Hoe ging dat ding ook alweer uit? En daarmee zijn we volgens mij door de ingekomen stukken. Dan kunnen we door naar agenda punt 7. Er wordt even gewisseld. Agenda punt 7 is een voorstel van het seniorenconvent, is een benoemingsvoorstel. Een voorstel wordt de heer Mark Rauter Zwolle te benoemen en te beëdigen als extern lid van de Rekenkamercommissie Koevorden voor de periode van 3 jaar. Zijn er vragen over dit voorstel? Och, het stuk ligt door elkaar. Mijn stukken liggen door elkaar. 7. We gaan overnieuw. Voorstel seniorenconvent in zaken benoeming leden algemene raadscommissie Koevorden. Voorstel besluit de voorgedragen niet raadsleden te benoemen als lid van de algemene raadscommissie Koevorden. Zijn er vragen over dit voorstel? De heer Boy, BBC.
Dank u wel. Ik heb eigenlijk geen vragen, maar wel instemming. Wij vinden het een goed voorstel, want steeds meer taken van het Rijk worden overgedragen aan de gemeente. Daardoor ontstaat er voor de raadsleden een grotere werkdruk. En de mogelijkheid om extra burgercommissieleden in te zetten geeft meer lucht aan vooral kleinere fracties. Hierdoor verbetert de bestuurlijke kwaliteit van de gemeente. En hier wou ik het even bij laten. Dank u wel. Verdere vragen of opmerkingen over dit stuk? Of kan dat als hamerstuk door? Ik concludeer dat het als hamerstuk door kan. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 8. Het al volgens gelezen benoemingsbesluit in zaken de Rekenkamercommissie. Vragen of opmerkingen over dit stuk? Die zijn er niet. Kan als hamerstuk door? Is dat de juiste conclusie? Ja, dat is de juiste conclusie. Dank u wel. Dan komen we aan agenda punt 9. Bestuursprogramma. U wordt voorgesteld in te stemmen met het bestuursprogramma 2018-2022 ruimte om te doen. Ik neem aan dat er wel vragen zijn over dit agendapunt. Wie mag ik als eerste het woord geven? De heer Boy, BBC. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad hebben wij een aantal beleidsmatige vragen omtrent het bestuursprogramma. En dat betreft eerst de ambitiesprogramma 2. Werk, jeugd, zorg, onderdeel sport en maatschappelijke accommodaties. En de vraag is, op welke wijze denkt u de behoefte ten aanzien van voorzieningen en accommodaties in beeld te krijgen? En hoeveel tijd trekt u daarvoor uit? En hoe gaat u straks inhoud geven aan de samenwerking met de raadswerkgroep Bloeiend Verenigingsleven en Mensen in Beweging? Dank u wel. Portefeuille de heer Brink, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. U ziet straks in de meerjarenbegroting dat er al vanaf volgend jaar ruimte is om een aantal investeringen te doen. Het college heeft geconstateerd dat we op zich door de vereniging goed geëxporteerde accommodaties hebben. Maar dat er ook een behoefte is om een moderniseringsslag te maken. En dat geldt niet alleen voor de buitensport en de veldsportvereniging, maar ook voor onze sporthallen. Onze sporthallen die zijn allemaal tussen de 35 en 40 jaar oud. En willen we ze voor de komende 20, 25 jaar weer opnieuw van hun functie en van hun functie goed gebruik maken, dan zullen we een investering moeten doen in het groot onderhoud, maar ook in een modernisering. En dat geldt eigenlijk ook voor de buitensportverenigingen. We zijn voornemens om die investeringen te doen. Dat ziet u ook in de meerjarenbegroting terug. Wij zullen daarvoor al dit jaar in contact treden met de verenigingen. Met de buitensportverenigingen hebben we een structuur die een viertal leden van die buitensportvereniging vertegenwoordigt. Daarin gaan we een eerste overleg plannen over van hoe we mogelijke modernisering vorm kunnen geven en hoe dat gewenst is voor die verenigingen. En ik sluit niet uit dat we eenzelfde proces volgen als wat we gedaan hebben bij de overdracht van de exploitatie, waarbij we ook in goed overleg met die verenigingen steeds gekeken hebben van wat is nodig en wat is noodzakelijk. Dank u wel. De heer Boy nog bij vervolg op de wandel. Ja, ik had nog een vervolgvraag gesteld. En hoe gaat u straks inhoud geven aan de samenwerking met de raadwerkgroep Bloeiend Verenigingsleven en Mensen in Beweging? Nou ja, dat hangt natuurlijk ook niet alleen van dit college af, maar ook vooral van u af, hoe we daar vorm aan kunnen geven. Wat we in de begroting vooral neerleggen, zijn de nodige investeringen. Dat gaat veel minder over hoe een vereniging zich goed kan manifesteren in haar omgeving en in de samenleving. Dat moeten we samen kijken, hoe we dat op een goede manier kunnen doen. En daar ligt ook bij u een initiatief wat ik van harte ondersteun en waar ik u zeer zal ondersteunen om dat een goed proces te laten zijn. En daar waar ik kan, het ook zal versterken. Dank u wel. Ik zal mevrouw Driehuis van het PAK. Dank u wel, voorzitter. Heel veel vragen omtrent dit verhaal komen straks denk ik ook bij de begroting terug. Wat mij wel opviel in programma 1, daar stelt u dat u het beter laten benutten van het stimuleringsfonds noemt.
Hoe moet dat gezien worden? Kunt u dat uitleggen? Ik neem aan dat dat voor mijn rekening eventjes is, voorzitter. Nou, we weten natuurlijk de huidige spelregels rondom de benutting van het stimuleringsfonds, die zijn eindig. Die eindigen in de loop van dit jaar. Met het start van het nieuwe jaar staan voor een nieuwe uitdaging. Er bestaat ook een maatschappelijke behoefte om het stimuleringsfonds te kunnen benutten ook voor een bredere inzet van mogelijke activiteiten vanuit de samenleving. Denk in de cultuurhoek. We denken met name aan dit soort overlappende belangen die vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor het stimuleringsbeleid inzetbaar zouden kunnen zijn. Maar ik wijs u er ook op, dit is natuurlijk een bestuursprogramma voor de komende 4 jaren. Dus het is ook een ambitie die we formuleren voor de komende 4 jaar, hoe we maximaal met elkaar in die verbinding de middelen die er zijn het beste kunnen benutten. Dus de term beter benutten van is al heel erg breed geformuleerd. En daar zullen we te beginnen met de gesprekken zoals we die kennen met de samenleving, zullen we ook met elkaar over moeten spreken hoe dat beter dan daadwerkelijk uitziet. Dank u wel. U, mevrouw Vissering, VVD, gaat uw gang. Allereerst het bestuursprogramma, mooi, prachtig stuk uitgeschreven. Wij worden daar wel helemaal enthousiast van. We juichen ook een heleboel dingen die erin staan, juichen wij heel erg toe. We vinden het zelfs een heel liberaal programma, hè, uitgaande van de faciliterende rol die de gemeente heeft in plaats van de overnemende rol. Wij lezen dat er een actieve samenleving, hè, met betrokkenheid voor haar eigen leefomgeving. Heel mooi geschreven, prachtig, vinden wij ook. Alleen de realiteit leert ons wel dat tijdens de dorps- en wijkrondes dat er weinig mensen zijn. Veel mensen zijn die daar op dat moment zitten die ook een taak hebben. En onze vraag is, wat gaat het college daaraan doen om toch die wijk- en dorpsrondes, als die zo belangrijk worden geacht, om die wat beter bezocht te krijgen? Kijk, denk ik ook even weer richting de heer Bouwmeester. Ja, die pakt hem op. Ja, in het algemeen, want u heeft gezien dat in dit bestuursprogramma natuurlijk eigenlijk de ambitie is om deze lijn van denken en benaderen, om met name ook gezamenlijk antwoord te geven op een aantal vragen, om die ook de komende 4 jaar door te voeren. Dit is een thema wat ook is gesignaleerd, ook in dat boekwerk, de verkenning buiten spel met verbindingsstreepje. Als een van de dilemma's waar we het zeker met elkaar over zullen willen hebben. Dat wordt dus ook actief geagendeerd wat ons betreft. Aan het begin van deze bestuursperiode ook om met elkaar te bereiken. Dat die, nou ja, zeg maar, die vermagering, zoals ik dat maar even vertaal, die u signaleert. Dat die niet een blijvend verschijnsel is. Of eigenlijk betekent dat er in de facto, in de praktijk, eigenlijk toch een heel klein clubje mensen betrokken is bij het werk wat in de samenleving gebeurt en gebeuren moet. En dat we met elkaar ook zoeken naar de maximaal mogelijke verbreding van de inzet en betrokkenheid van de mensen uit de dorpen. Maar ook dat, alles natuurlijk wel onder dezelfde formule die we hebben gehanteerd de afgelopen 4 jaar, die we ook met elkaar hebben ontwikkeld als samenleving en overheid. Om die lijn ook door te trekken. Dus dat is continu bedrijf, zou je kunnen zeggen. En die gesprekken zullen nog dit jaar starten. Ja, nou ja, terecht wordt nog even de opmerking dorpsvisies, staat hier ook in het stuk natuurlijk. De totstandkoming van dorpsvisies, ook daarin zie je natuurlijk een grote verscheidenheid van hoe dorpen zelf de toegevoegde waarde van zo'n instrument zien. Die zijn een belangrijk hulpmiddel, kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn. Maar we signaleren ook dat bij totstandkoming daarvan ook diezelfde vraag al speelt. Hoe betrekken we daar zoveel mogelijk meer mensen bij dan we al treffen in de zaaltjes waar we de vergaderingen hebben. Dus we denken dat we allemaal de signaleringen kunnen onderschrijven die u noemt. Die herkennen we allemaal. Die herkennen ook de Vereniging van Plaatselijk Belang allemaal. En ik denk ook niet dat we verschillen in het belang wat we zien om stil te staan bij de vraag hoe kunnen we dit nu maximaal zo breed mogelijk maken.
Dank u wel. Lijkt me helder hoe het college hierin zit. Verdere vragen over het bestuursprogramma? De heer Boy, BBC. Ja, ik heb nog een beleidsmatige vraag. Fietsen en wandelen dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners en bevorderen het toerisme. U heeft de Raad een fietsnota in het vooruitzicht gesteld. Op welke termijn kunnen we die verwachten? Wij vinden het wel belangrijk dat er wat haast aangezet wordt. En een aanvullende vraag heb ik nog. In de toeristische beleidsagenda wordt ook de nadruk gelegd op wandelen en fietsen. Hoe wordt die verbinding gemaakt? Nou, volgens mij, voorzitter, de heer Boy vraagt ons om stevig door te trappen. Dat zullen we zeker gaan doen. En de verwachting is dat we dat de eerste helft van komend jaar, dat we de nota aan u kunnen aanbieden. En nou, terecht signaleert u ook die afstemming die er zeker moet zijn, omdat naast onze eigen inwoners ook toeristen hier graag wandelen en fietsen. Nou, die afstemming die is in ieder geval op college-niveau en op ambtelijk niveau is die er. Die is er ook met de andere organisaties, met toeristische organisaties bijvoorbeeld. En die is er ook nog met de andere gemeenten, in ieder geval in Boosheverband. Omdat we daar ook bereikbaarheid, waaronder het fietsen als een van onze speerpunten hebben. En ook daar geldt weer dat we zowel het voor de eigen inwoners dan doen als voor de toerist. Dank u wel. En gelukkig hebben we de wind een beetje mee, dus dat gaat vast goed komen. Zijn er verder nog vragen over? Ja, de heer Hoedemaker, D66. In programma 3 geeft u aan dat u inzet op een spoorverbinding Coevorden-Hogeveen. En dat u dat samen met de gemeente Hogeveen doet. Nou heeft in het nieuwsblad van het Noorden van 22 oktober heeft gedeputeerde Brink al gereageerd en het plan naar de papierbak verwezen. Persoonlijk vind ik het een geweldige ambitie van u. Ik vraag me af hoe u erin staat en hoe u nu verder hiermee gaat. Nou ja, ik weet nog in 2010 toen PAK en CDA een motie indienden om het te hebben over een spoorlijn richting Duitsland. Waar de reacties ook over het algemeen vooral van nou ja, leuk plan, maar dat gaat nooit wat worden. Nou, volgens mij zijn we daar inmiddels een stukje positiever over geworden. En zien we ook dat zeker bereikbaar is. Ik denk dat je het vooral breder moet gaan zien en dat ook onze taak is voor de komende periode. Om duidelijk te maken dat het gaat er niet om Coevorden en Hogeveen met elkaar te verbinden. Het gaat erom, denk ik, om een stukje verbinding ook te leggen. Zoals bijvoorbeeld Twente signaleert van nou, we hebben eigenlijk weinig verbinding tussen Twente en Groningen, zouden we wel graag zien. Daar wordt dan de lijn of de route via Emmen wordt daar aangegeven. Nou, wij denken dat dit alternatief Coevorden-Hogeveen, dat daar een mooi geschikt alternatief voor kan zijn. Maar dat het ook een heel mooi alternatief kan zijn om bijvoorbeeld de verbinding te maken tussen Meppel, waar op het gebied van logistiek en transport het een en ander gebeurt, en Coevorden. En verder richting Oost- en Noord-Europa. Dus ik denk dat gewoon onze taak is om nou, eerst maar eens samen met Hogeveen te gaan kijken. Ligt daar überhaupt een kans? En om daar gewoon meer helderheid over te krijgen. Ja, en we weten met dit soort rail infrastructuur is sowieso altijd een kwestie van lange adem. En het begint er denk ik mee dat ooit iemand moet het gaan opschrijven dat ze het graag willen en dat we denken dat het een goede kans maakt. En dan is het aan ons om dat verder ook te laten onderbouwen. Ik ben blij met dit strijdlustige antwoord van de wethouder. Dank u wel. Dank u wel. De heer Boy, had u nog een vraag? Ja, ik heb nog één beleidsmatige vraag die hierop bijpast. Het betreft programma 4, openbare ruimte. Het bomenprogramma, dat loopt fors achter, lezen we. Onze vraag is, over hoeveel jaar achterstallig onderhoud hebben we het dan? En kan die achterstand niet sneller ingelopen worden dan gepland is? We hebben het over ten minste 10 jaar achterstand op sommige plekken. Nou ja,
Nee, laat ik het gewoon houden op tenminste 10 jaar. Ja. Tenminste, ja. En ja, je kunt ook gaan zeggen, we gaan dat in 1 jaar proberen weg te werken. Volgens mij het beschikbaar stellen van geld om de achterstand weg te werken is denk ik de makkelijkste. Maar vervolgens moet het wel uitgevoerd worden. Nou, daar lopen we bijvoorbeeld ook met de wegen tegenaan. Dat het tempo wat we nu hebben, dat het tempo is wat nog net zowel voor ons ambtelijk als ook door de markt nog net kan worden vastgehouden. Dus volgens mij moeten we daar gewoon een realistisch tempo in aanhouden en dat is dit. Dank u wel. Kijk of er verder nog vragen zijn over het bestuursprogramma. Die zijn er niet. Dan geef ik het onderwerp graag in bespreking. Zijn er mensen die al iets willen zeggen over het bestuursprogramma of een verder voorstel willen doen voor behandeling? Ja, de heer Mulder, PvdA. Ja, ik sluit aan bij woorden die al eerder gezegd worden dat wij ook enthousiast zijn over dit stuk. Maar wij zouden het wel graag in behandeling zien in de komende raadsvergadering. Ja, volgens mij hebben we al afgesproken dat we een korte politieke beschouwing geven op dit onderwerp. Dus als dat de conclusie is waarmee we dit agendapunt kunnen afronden, ik zie iedereen instemmend. Ja, of had u er nog een andere gedachte bij? Nee? Nee. Nou, dan doen we het zo. Dan zien we hem terug op de raadsagenda. Dank u wel. Dan kunnen we naar agenda punt 10. Het is weer een benoemingsvoorstel. Voorgesteld wordt meneer A. Rechtop met ingang van 1 november 2018 te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar tot 22. En dat betreft de Raad van Toezicht Esdal College. Hier vragen of opmerkingen over. Die zijn er denk ik niet. Hamerstuk denk ik, hè. Ja. Dan kunnen we naar agenda punt 11. Dat gaat over de civiel-technische kunstwerken. En dat heeft niks met kunst te maken, maar met bruggen. Het is zo'n uitgebreid verhaal dat ik het u niet ga voorlezen. U kunt het allemaal op onze site nalezen. En meneer Stoker wil er graag een vraag over stellen. Ga uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. In de programmabegroting hebben we een bedrag opgenomen voor onderhoud, vervang en reparatie van bruggen. U geeft tegelijkertijd aan dat in 2018 onderzoek wordt gedaan over het op afstand bedienen van bruggen. En dat in stand houden van de huidige situatie met zich meebrengt dat er opnieuw een investering nodig is van ruim 5 ton. Was het een vraag van ons, was het niet logischer geweest dat uw raad nu al een voorstel hierover had gekregen, zodat we het in 1 keer hadden kunnen behandelen? Dat was logischer geweest en dat hadden wij ook liever gehad. Alleen we hebben geconstateerd dat als het gaat om het op afstand bedienen van bruggen, ja of nee, vonden wij in ieder geval nog dat daar onvoldoende onderbouwd kan worden en dat nog niet alle aspecten waren meegenomen. En nou, vandaar dat we toch maar hebben gekozen voor deze getrapte behandeling. Om eerst in ieder geval welke keuze ook gemaakt wordt, het onderhoud en de vervanging van de bruggen, die zijn, dat blijkt ook wel uit het rapport, die zijn nodig. Dan kunnen we die stap gaan zetten. Ja, dan weten we dat er linksom of rechtsom komt er nog wat achteraan. Mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel. In de stukken staat dat het onderhoud van die civiel-technische kunstwerken een kerntaak is van de gemeente. En misschien loop ik een beetje vooruit hoor, op de begroting. Maar we hebben hier te maken met kosten en investeringen. En jullie presenteren die straks weer als een ambitie. Maar als het een kerntaak is, waarom zit het dan niet al in de begroting opgenomen? Het is uiteraard een kerntaak van ons. Waarom wij het niet in de begroting opnemen is eigenlijk puur het feit dat u als raad wel een afweging heeft. Kijk, u kunt besluiten om te zeggen van nee, wij gaan dat nog niet doen. Wij vinden dat niet nodig. En we hebben ervoor gekozen om al dit soort punten in de begroting als ambities afzonderlijk te gaan formuleren. Zodat u ook wat eenvoudig kunt amenderen op de begroting. Dus alles wat lopend is, vindt u in principe terug in
de gewone begroting. En de ambities zijn die punten waar wijzigingen op zijn. En daar kunt u afzonderlijk mee instemmen. Dus dat is puur de manier van presenteren. Als wij het niet nodig hadden gevonden om dit te gaan doen, in het kader van de uitoefening van de kentaak, hadden we het uiteraard niet voorgesteld. Maar als ik daar nog op terug mag komen, wat is dan de... Want we maken nu een afspraak, hè, dat we op niveau B zitten. Maar was dat al zo of is dat nu een nieuwe afspraak? Nou, wat we in ieder geval in het verleden nog niet hadden, was dat we het onderhoud structureel op een goede manier geborgd hebben. Nou, dat hebben we zoals we op meerdere onderwerpen de afgelopen jaren hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de wegen, aan het onderhoud van het vastgoed. Hebben we gezegd van nee, wij moeten gewoon ook wat die bruggen betreft de basis op orde hebben. En dit moeten we gewoon structureel goed hebben weggezet. Dus dat was inderdaad nog niet zo. En dat verandert dus ten opzichte van de situatie zoals die was. Dank u wel. Verdere vragen? Ja, de heer Geertsma, CDA. Voorzitter, afgelopen zaterdag stond er een interessant artikel in Trouw. En dat ging over het kapot berekenen van bruggen. Door veiligheid op veiligheid zetten. En dat kun je ook niet anders doen, omdat je wilt niet hebben dat een brug instort. Er is een aannemer die heeft nu een interessante manier om betonnen bruggen tot 15 meter lengte niet te berekenen, maar te meten. En dat is een meting die kan in 4 uur. En de resultaten daarvan laten zien dat de levensduur van heel veel betonnen bruggen veel langer is dan uit de berekeningen blijkt. En ik heb mezelf even zitten afvragen of dat, als ik kijk naar bijlage 5 bij de, zeg maar, de berekening van de verlengde Hoge Vaans, de brug in de verlengde Hoge Veense Vaart, dan zit ik me af te vragen of we hier ook niet met zo'n geval hebben te maken en of er wellicht nog de moeite waard is om het andere traject ook te bewandelen. Ik ken het betreffende artikel niet. Ik heb enige dagen achterstand, meneer Geertsma, dus ja. Wat je gewoon ziet, en dat merk ik uit de onderbouwing of de hele rapportage, is dat er, ik was, laat ik zo zeggen, aangenaam verrast door het feit dat er gewoon op al die punten gewoon een goede afweging werd gemaakt. En of dan de methode van sterkteberekening, ja, volgens mij is dat de gangbare methode nog. Blijkbaar is er een alternatief. Als ik dit zo zie, dan vraag ik mij af of er een andere uitkomst uit zou komen. Omdat ze het geheel ook heel duidelijk onderbouwen met de foto's waar het bij de brug aan schort. En volgens mij wordt dat wel heel duidelijk aangegeven. Dus is naast een berekening, een sterkte berekening, is het ook gewoon een onderbouwing op basis van een schouw. En ik heb de indruk dat dat toch wel een vrij solide basis is. U kleurt het plaatje wat in Trouw werd geschetst heel mooi binnen de lijntjes in. Want het zijn inderdaad steekproeven op bewapening en dit soort dingen. Dus alle argumenten, of laten we zeggen de berekening die hier wordt, of de, ja, deze berekening is volledig volgens de oude stramien opgepakt. Dus laat ik het besluiten met het verzoek of u daar toch nog even kennis van wilt laten nemen. Het lijkt mij de moeite wel waard, want we praten toch over veel geld. Ik zal het warme pleidooi om de Trouw van zaterdag te lezen, zal ik opvolgen. Ik heb nog wel een exemplaar liggen. Waren er nog andere vragen over dit voorstel? Verdere vragen nog over dit? Niet, die zijn er niet. Wens nog om verder over dit voorstel te bespreken. Zoals in het voorstel staat, beslist u over de financiële consequenties in feite bij de begroting. Kan die als hamerstuk door? Ja, dat kan die. Oké, dan ronden we daarmee af. Dan gaan we naar agenda punt 12. Het voorstel betreffende de molens. Er is veel animo. U wordt voorgesteld een incidentele bruidschat van 1,5 miljoen mee te geven te dekken uit de algemene reserve. De structurele onderhouds- en exploitatielasten van de 7 molens na overdracht gefaseerd vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. En de 8e wijziging van de programma begroting vast te stellen.
Nou, we gaan maar zo rond. Mevrouw Visseling, VVD. Nou, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij willen bij dit punt graag aangeven dat de gemeente ten aanzien van de molens een voorbeeld is geweest. En de gemeente heeft ervoor gezorgd dat deze molens allen in een zeer goede staat van onderhoud zijn gebleven. En daar is veel waardering voor, Sleen en Noordsleen, nou, noem het maar op. Men is daar erg blij mee. En daardoor zijn er ook heel veel enthousiaste vrijwilligers die goed voor deze molens blijven zorgen. Dus meer wil ik er niet van zeggen wat ons betreft het hamerstuk. Dank u wel. U had geen vragen, begrijp ik. Ik kijk of er verder vragen zijn. De heer Tempera, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk een voorstel doen. Onze fractie heeft nogal wat vragen over dit punt. En dat betreft zowel procesmatig over de totstandkoming van de hoogte van de uitgaven en het gaat ook over de toekomst van de molens. Wij willen graag voorstellen om dit agendapunt als bespreekpunt door te schuiven naar de raadsvergadering van 18 december, gezien de volle agenda van de aanstaande raadsvergadering. Oké, in dat geval is het misschien handig om ook even richting college te kijken of dit voorstel een dergelijke uitstel zou kunnen leiden. Nou, dat zal volgens mij in ieder geval tot consequentie hebben dat de geplande overdrachtsdatum voor de eerste molens niet gehaald zal gaan worden. En dat zou betekenen dat wij over bijvoorbeeld het bedrag in gesprek weer moeten met Drents Landschap. Volgens mij, als uw raad zegt van ja, we willen graag uitstellen, dan is dat uiteraard uw besluit. Maar ja, ik zou willen voorstellen, laten we in ieder geval een eerste rondje gaan doen met vragen en opmerkingen. Ja, ik heb de indruk dat we gewoon verder kunnen met de wens van de commissie is om het voorstel verder even te behandelen in de commissie en dan te zien hoe het loopt. Meneer Hoedemaker, D66. Dank u, voorzitter. Ik heb niet zozeer, trek ik in twijfel, dat het verstandige besluit om de zeven molens over te dragen. Want ik geloof beslist in de expertise van het Drents Landschap in deze. Ik heb ook geen vraag over de bruidschat van 1,5 miljoen. Wat me wel prikkeld is, en wat ik wel graag een antwoord op wil hebben, is waarom gaan we de molens in drie fases overdragen? Twee nu, drie in 2019 en twee in 2020. Ik snap die vraag. Hij is denk ik, het antwoord is misschien wel even logisch als de vraag zelf is. Mevrouw Visseling gaf terecht al aan, we hebben als gemeente heel goed voor de molens gezorgd, maar dat hebben we zeker niet alleen gedaan, want dat is vooral zo goed gegaan omdat er in heel veel plaatsen actieve stichtingen zijn, actieve molenaars zijn, die helpen om die molen minimaal draaiende te houden, maar vaak ook allerlei klein onderhoud. En nou, soms wordt dat onderhoud zelfs steeds groter wat die verenigingen en stichtingen doen. En voor ons was dus ook een van de voorwaarden dat absoluut geborgd moet zijn dat die lokale verenigingen en stichtingen, dat die op een goede manier betrokken blijven. En die mogen eigenlijk er niks van gaan merken dat er een andere eigenaar komt. Nou, gelukkig was Drents Landschap dat meteen met ons eens, omdat zij ook aangaven van wij zien wat zij doen. Wij zien ook dat als we dat niet zouden hebben, die actieve verenigingen en stichtingen, zou het ons veel meer geld gaan kosten in de toekomst qua onderhoud en qua draaiend houden van de molens. Maar wij kunnen dat alleen behappen. Drents Landschap heeft ook niet zo'n grote organisatie als het gaat om molenbeheerders. Wij kunnen dat soort processen alleen behappen als we het in fase over gaan dragen. En dan kunnen we gewoon iedere molen en iedere stichting en vereniging kunnen we die aandacht geven die er ook echt voor nodig is. En dan kunnen we gewoon zorgen voor die soepele overdracht. En dan, dat is dan uiteindelijk het beste voor iedereen. Dus vandaar dat wij ook hebben gezegd van, nou dan, aangezien het onze eigen wens ook was,
nou, wensen is misschien nog te zwak, voor ons een strikte voorwaarde was dat wij de molens willen verkopen aan het Drents Landschap, omdat we weten dat die er goed voor kunnen zorgen. Maar we weten ook dat die lokale verenigingen en stichtingen geweldige werken verrichten. Dus dat moet gewoon op een zorgvuldige manier. Ja, als je dat als voorwaarde stelt, dan kun je denk ik niet anders dan ook instemmen met dat verzoek van Drents Landschap om het dan gefaseerd te doen, om het goed te kunnen doen. Ook dat snap ik. En ik veel waardering ook voor een gemeente die dat als voorwaarde stelt. En een Drents Landschap dat vervolgens zegt van dan moeten we daar wel ruim de tijd voor nemen. Mijn zorg zit hem erin dat we nu 1,5 miljoen betalen voor molens die we pas volgend jaar of zelfs het jaar daarop overdragen. En hoe zit het dan met het onderhoud in die tussentijd? Nou, u ziet ook dat het bedrag wat wij aan onderhoud besparen en wat dus ook teruggaat in de algemene middelen, dat bedrag ook in die 3 jaar tijd oploopt. Dus dat betekent dat wij voor 2019, dat wij het onderhoud voor de niet overgedragen molens, dat wij dat nog hebben. En voor het jaar daarop ook. En dat is dan gewoon het normale reguliere onderhoud wat we doen. Vergelijk het met als u een huis verkoopt tot aan de datum van de overdracht. Dan bent u verantwoordelijk voor het goed op orde houden van het huis. Nou, dat geldt voor die molens, geldt dat hetzelfde. Dank u wel, lijkt me helder. Ja, dat klopt. Maar als ik een huis verkoop, dan krijg ik niet eerder het geld dan wanneer ik het overdraag. En dat doet u nu wel. Nou ja, sterker nog, in de overeenkomst staat dat wij krijgen geld voor de molens. Daar worden we niet rijk van, want volgens mij hebben wij het symbolische bedrag van €1 per overdrachtsmoment gekozen. Het geld wat wij aan Drents Landschap ter beschikking stellen, dat is ook geen geld voor de verkoop. Dat is eigenlijk feitelijk een subsidie voor het instand houden van de molens. Dat doen we inderdaad in 1 keer. Omdat wij dat in 1 keer op deze manier doen, konden we het bedrag op 1,5 miljoen houden. Want dat biedt Drents Landschap ook de kans om dat bedrag ook en hoe dat financieel allemaal, hoe ze dat geregeld hebben. Volgens mij is dat nu niet aan de orde om dat gedetailleerd te gaan behandelen. Maar om dat ook gewoon voor de periode na die 12,5 jaar waar het bedrag op gebaseerd is, om dat ook te kunnen blijven volhouden. Dank u wel. De techniek lijkt mij volstrekt helder. De heer Ten Berge, BBC. Ja, dank u wel. Ik hoor u net zeggen van de vrijwilligers mogen er niks van merken. Volgens mij is u dat behoorlijk goed gelukt. De vrijwilligers en de molenaars, dat is een levendig netwerk. Bijna 1 jaar geleden zijn ze geïnformeerd over de plannen. Maar hoe zijn die vrijwilligers afgelopen week dan op de hoogte gesteld? Ik heb geen idee hoe vrijwilligers in de afgelopen weken ergens van op de hoogte zijn gesteld. Vandaar dat ik vroeg om uitstel. Maar wacht even, want ik snap waar u heen wilt. Volgens mij is de conclusie van al die gesprekken geweest, want het is expliciet aan de orde geweest bij alle verenigingen, stichting en afzonderlijke molenaars, waarmee gesproken is hoe zij überhaupt stonden tegenover deze overdracht. En de conclusie van al die gesprekken is geweest dat men hier tevreden mee is en dat zij het een goede ontwikkeling vinden. We hebben in een eerdere fase ook al begrepen dat de Drentse Molenstichting ook aangeeft van dat Drents Landschap is een hele goede partij om dan over te dragen. Maar let op, gemeente, gooi nou niet het kind met badwater weg. Zorg dat die molen of die stichting aangehaakt blijven. Dus volgens mij is dat allemaal op een prima manier gebeurd. En is daar tevredenheid over? Nou, er is volgens ons 1 jaar geleden dus een gesprek geweest. En daarna is er nooit geen contact meer geweest. Ik denk toch ook dat het wel heel nuttig geweest was als het Drents Landschap ook eens een gesprek had
met deze vrijwilligers en de molenaars over hun inzicht voor de toekomst. Nou, ik weet dat er toevallig staat voor binnenkort met een van die verenigingen en stichtingen ook een gesprek gepland, waarbij zowel wij als gemeente als het Drents Landschap aanwezig is om het erover te hebben. En wat mij betreft zou dat een hele goede zijn om dat met alle verenigingen en stichtingen te gaan doen de komende periode. Maar dan is er geen inspraak geweest over deze deal. Er is totaal geen, er is allemaal achteraf, er is geen keuze meer. Nou, voorzitter, dat probeer ik nou net aan te geven, dat juist het feit dat de molens naar het Drents Landschap gaan en dat verenigingen en stichtingen, daar committeert Drents Landschap zich ook aan, dat die de rol zoals ze die nu spelen, dat ze die minimaal kunnen blijven spelen in de toekomst en misschien zelfs nog wel kunnen verbeteren, dat is aan de orde geweest in die gesprekken. En daar is aan het eind van alle gesprekken geconcludeerd dat dit een goede richting is. Dus volgens mij is die inspraak wel degelijk geweest. Ook al is de periode dat de gesprekken zijn gevoerd, volgens mij is het tussen december 2017 en maart 2018 geweest. Oké, dank u wel. De heer Stokel heeft nog een vraag. Ja, voorzitter, ik had de vraag, maar in feite is die wel verantwoord. Maar gehoord de discussie, ik denk, de heer Ten Berge van BBC geeft aan dat dat in ieder geval in zijn ogen een gebrek is geweest aan communicatie. Aangezien de molens toch in fases overgedragen gaat worden. Ook van mijn kant dan toch maar de vraag om te benadrukken ook bij het Drents Landschap. Maar ik geloof echt wel in dat het Drents Landschap heel goed in staat is om de molens te beheren. Bovendien, de raad heeft ooit gezegd van dit is niet de kerntaak van de gemeente. Dus daarmee geeft hij ook gewoon gevolg aan wat we eigenlijk met elkaar ook hebben afgesproken. Maar omdat die fasering toch gaat plaatsvinden, toch te benadrukken dat de vrijwilligers, want we hebben net ook geconstateerd dat vrijwilligers van essentieel belang zijn geweest voor het instand houden van de molens. Dus in die zin ook ondersteuning om te benadrukken, ook aan het Drents Landschap, te zorgen dat zij in de rest van de fase de vrijwilligers en andere belanghebbenden daarin gaan meenemen. Wat mij betreft is het wel van belang dat de molens inderdaad zo snel mogelijk worden overgedragen. Dus ik heb in die zin, met alle respect ook voor de argumenten van BBC, nou niet de behoefte om daar nog een keer met elkaar over in gesprek te gaan. Maar ik denk dat het gewoon van belang is dat we dat zo snel mogelijk ook als kerntaak loslaten. Dank u wel. Dat is meneer Betoog, dank u wel. De heer Heling, CDA. Ja, wij hadden het ook vooraf wel gezien als bespreekpunt, maar we zullen het zo proberen. De meeste vragen zijn beantwoord. Meneer Heling, u kunt altijd, het kan altijd een bespreekpunt in de eerstvolgende laatste vergadering worden, dus dat is geen probleem. Nou, dan wil ik dat voorstellen. Ja, en dat voorstel doet BBC natuurlijk ook, dus daar zijn we het vrij vlot over eens. Akkoord. Ja. Het wordt dan een bespreekpunt. Hè? Want we hebben al twee fracties die dat willen. Meneer Bouwers, had u nog een vraag? Ja, ik had een vraag, ja. Dat gaat nog even over de fasering van de levering van de molens. Dat lijkt een goede zaak. Maar waar we een beetje verwonderd van staan, dat de bruidschat dan in één keer wel betaald moet worden. Waarom kan dit niet gefaseerd met de molen, dat gelijk ook gaat met de te leveren molens? Die mogelijkheid was er ook geweest, alleen dan zou het bedrag iets hoger zijn geworden. Omdat het financieel technisch wat lastiger was om ook na die 12,5 jaar ervoor te zorgen dat er dan nog voldoende geld is voor de molens. Dus dan zouden we een iets hoger bedrag hebben moeten betalen. En dan waren we per saldo net zoveel geld kwijt geweest, zo niet nog wat meer dan we nu kwijt zijn. Dank u wel. Verder nog vragen over dit voorstel? Die zijn er niet. Over verdere behandeling zijn we het al eens. Dus dan lijkt me dat we daarmee dit agendapunt kunnen afronden. Die komt volgende week terug als bespreekpunt op de agenda. Dan kunnen we naar agendapunt 13. Dat is de invoering bedrijven- en investeringszone Coevorden Centrum. Het voorgestelde besluit luidt ook veel zinnen, ga ik ook niet voorlezen.
Er wordt nog even gewisseld, daar wachten we even op. En ik kijk of er vragen zijn over dit voorstel. Over de bedrijven investeringszone delen, Holtis, BBC. Eigenlijk een korte opmerking. De fractie van ons staat zeer positief tegenover de invoering. Wij roepen de ondernemers, zeker gezien de historie van Koevan, wel ook heel nadrukkelijk op aan dit plan een duidelijk impuls te geven. Want met de intentieverklaring is natuurlijk een hele goede start gemaakt. Maar wij van BBC gaan er wel vanuit dat de ondernemers nu in de binnenstad ook de absolute urgentie onderkennen van de onderlinge samenwerking. Want die lijkt ons zeer cruciaal. En dat is wat wij heel graag willen meegeven als fractie. Dank u wel. Dat is vooral een appel op onze ondernemers. De heer Hoedemaker nog met de vraag. Ja, want in het raadsvoorstel, ik denk dat het een mooi ding is. Maar in het raadsvoorstel worden een aantal dingen door elkaar gehaald. En daar zou je heel erg van kunnen schrikken. Althans, in mijn optiek. Er wordt gesproken over wie moet bijdragen aan de BIS. De ondernemers. Later wordt er gesproken over pandeigenaren. Gebruikers van commerciële panden. En iedere eigenaar van een pand in de binnenstad. Wat is het nou? Ja, volgens mij staat het er. Ja, dus je kunt dus lezen, iedere eigenaar van een pand in het gebied. Dat zijn dus ook niet ondernemers. Of mensen die niet eigenaar zijn van een commercieel pand. Het gaat niet om woningen. Laten we dat even voorop stellen. Maar voor de rest valt bijna alles daaronder dus. Dat is eigenlijk de definitie die bedoeld wordt. Het is vooral om te voorkomen dat alleen maar bedrijfsmatig gebruikte panden, zoals nu met de reclamebelasting, moeten bijdragen. Dat voorkomen we dus nu door ook pandeigenaren. En dan gaat het vooral om niet-woningen, om die ook te laten bijdragen wanneer zij een pand in de binnenstad hebben, zoals op het kaartje ook is aangegeven. Vind ik een heel mooi streven. Alleen uit 2.4 staat een zin waaruit je anders zou kunnen afleiden. Nou, als het in de verordening maar goed staat, dan komt het wel in orde. Ik wil nog wel even helpen. Volgens mij staat in de regel heel duidelijk ondernemers en gaat het dan niet over woningen. Maar goed. Ik lees voor uit het stuk. Anderen met vragen? Zijn geen verdere vragen? Dan hoor ik graag wat u van het voorstel vindt en hoe het voorstel verder behandeld wilt hebben. Mevrouw Driehuis, Pak. Ja, dankjewel, voorzitter. Gewoon een goed stuk. We hebben net voorafgaand aan deze vergadering een hele heldere uiteenzetting gehad van de betrokken opstellers. Ik denk dat er daarom ook niet zoveel vragen zijn op dit moment. Goed plan, ambitieus en ik denk ook een hele goede stap in de richting van de verdere uitwerking en bijdrage van alle ondernemers en dergelijke binnen het centrum. Ik hoop wel inderdaad dat ook iedereen zich daarvoor gaat inzetten en in mee gaat doen. Dat zal niet iedereen zijn, maar dat we in ieder geval de meerderheid halen om het stuk daadwerkelijk tot uitvoer te gaan brengen. Maar ik heb begrepen dat de mensen daar goed voor gaan lobbyen, dus daar heb ik alle vertrouwen in. Dus wat ons betreft, mooi dat het er komt. Ik wens er heel veel succes mee en wat ons betreft een hamerstuk. Dank u wel, helder. Anderen nog gewenst om over het stuk te spreken? Of kan het als hamerstuk afgeconcludeerd worden? Ja, dat kan. Dank u wel. Is daarmee dat agendapunt ook afgerond? Dan komen we aan agendapunt 14. Ah, de wethouder met een nabrander. Ja, ga uit uw gang. Nou ja, ik wil toch nog wel even. Kijk, het is even in bespreking gegeven. En dan mogen wij af en toe misschien ook iets zeggen daarna. Nee, ga gerust uw gang. Ik neem even die vrijheid. Ik denk dat het een hele goede intentie is. Het is ook al genoemd. Ook goed dat er even een appel gedaan wordt op die samenwerking. En waarschijnlijk hebt u dat ook al gedaan in de toelichting die is gegeven vanavond. Voorafgaand aan deze raadsvergadering. Dat juich ik natuurlijk alleen maar toe. En ook van onze kant hebben wij dat gedaan. Dat appel op die samenwerking, dat blijft. Maar dat is wel een goed vooruitzicht, denk ik, met deze stap.
En daar, dat wou ik toch nog wel even kwijt. Dank u wel. Dan ronden we daarmee af en dan gaan we naar agenda punt 14. Dat betreft de vaststelling programma begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Ik wilde het voorstel behandelen op de manier zoals het gepresenteerd wordt in Pepperflow. Dus even volgens die tegels, tegel voor tegel. Afwijkend van de andere agendapunten mag u met twee woordvoerders over dit stuk spreken. Dus dat heb ik dan ook maar even gezegd. Verder doen we het net zoals anders. We kijken eerst wat voor vragen er zijn per hoofdstuk. En aan het eind mag u zeggen wat u ervan vindt en hoe we het verder behandeld wil hebben. Ik begin maar even bij de aanbiedingsbrief. Zijn daar vragen over? Die zijn er niet. En dan gaan we naar de ambities. Zijn daar vragen over? Ja, gaan we hem op het rijtje af. Meneer Stoker, pak. Sorry, voorzitter, ik twijfel even, want ik heb hier tegelambities staan en ambitiesprogramma 1. Zullen de tegelambities eerst even doorlopen? Ik denk dat daar de meeste vragen over zijn. De tegelambities zijn we. Als je klikt op de tegel ambities, dan krijg je de ambities en daar kunt u nu vragen over stellen. Oh, goed, dank u wel, voorzitter. Ik kan het niet anders maken. Het is even wennen. Maar goed, dat komt helemaal goed. Ik heb begrepen dat wij vanavond een aantal inhoudelijke vragen mogen stellen. Het college geeft aan de cultuurhistorie actief te willen uitdragen en geeft er ook een aantal voorbeelden in als het gaat om 350 jaar ontzet. En Koe voor de culturele gemeente 2022. Past een voorstel daar ook in als het gaat om de... We hebben natuurlijk in Koe voor een aantal stolpersteinen liggen. En volgens mijn informatie ontbreken er nog 100 stolpersteinen in Koe voor de van weggevoerde inwoners van Koe voor de tijdens de bezetting. Passen die ook in dit voorstel? De heer Huizing. Niet per se wel en niet per se niet. Volgens mij vooropgesteld, de stolpersteinen, uit het feit dat u de vraag stelt, maak ik al op dat u net zo enthousiast bent over stolpersteinen als wij dat zijn. Dat we het belang daarvan ook zeker onderschrijven. Dat vooral ook goed is dat de stichting die dat tot nu toe heeft opgepakt, dat die daar ook gewoon voornemens is om mee door te blijven gaan. Dus ik denk dat we, wat we niet moeten gaan doen, is dat initiatief gaan overnemen. Ik denk dat het een heel mooi eerbetoon is als de stichting het voor elkaar krijgt om inderdaad alle stolpersteinen die ze willen plaatsen, om die te gaan plaatsen. En welk tijdpad daar dan aan hoort, weet ik niet. Maar ik denk dat, hoe je het ook went of keert, ook dat vormt een onderdeel van onze cultuurhistorie. En dat verdient een goed plaatsje. Dank u wel. Nogmaals even voor alle duidelijkheid. U kunt dus nu vragen stellen over alle genoemde ambities onder dit hoofdstuk. Dat we daar geen verwarring over krijgen. Meneer Boy, BBC. Dank u wel, voorzitter. Dan beginnen we maar met programma 1. Economie. Kan de wethouder toelichten wat hij van het UNESCO Global Geopark verwacht ten aanzien van de bijdrage aan de regio? Yes, wie is... Ja, ik denk dat UNESCO Global Geopark, het is uniek in Nederland. Hè? We hebben maar één UNESCO-park. Het bindt ons ook over de Hondsrug. Het is de geologie van de Hondsrug. En we hebben inmiddels ook gemerkt dat ook andere gemeenten het erg plezierig vinden om ook die samenwerking te vinden. En één van de thema's is het geopark. Het past ook prima bij de pas geïntroduceerde Hunebed Highway. Dus ik denk dat de meerwaarde voor ons met elkaar is dat we af en toe een kapstok nodig hebben om het toeristisch beleid over de gemeentegrens heen te tillen. En dat kunnen we prima doen met onder andere het geopark. Dank u wel. De heer Hoedemaker, zag ik D66. We doen even het kringetje rond. Er staat in ambitie 1 dat u
hebt de ambitie om 4 camperplaatsen te realiseren. Heel naïef dacht ik dat u in eerste instantie dat u parkeerplaatsen voor campers wilde maken. Maar ik begrijp dat het kampeerplaatsen voor campers zijn. Maar ik vraag me af waar die ambitie vandaan komt. Misschien mis ik wat historisch besef, maar dan hoor ik dat graag. Nou, het is nooit, denk ik. Nee. Het is nooit te laat voor besef. Het is toerisme, het is DSWS, ja. Het is nooit te laat voor besef. Maar het gaat erom dat wij ook in onze toeristische beleidsagenda hierover iets opgenomen hebben. Er is Drenthe breed onderzoek gedaan naar camperplaatsen en ook de NKC. Dat is, het is nog misschien wat ouderwetse naam, de Nederlandse Kampeerautoclub is dat. Die hebben ook aangegeven dat er in Drenthe te weinig plaatsen zijn. En we willen daar als Drentse gemeenten wel invulling aan gaan geven. Dat willen we aan de ene kant stimuleren door dat gewoon heel simpelweg door de markt te laten doen. Maar waar dat niet kan of waar daar wat onvoldoende mogelijkheden zijn, dan willen we daar als gemeente in ieder geval een impuls geven. Dat doen we niet heel massaal, hè, met grote plaatsen voor campers in de stad. Maar dat doen we wel op een bescheiden manier, zodat ook de stad Coevorden wel ontdekt kan worden door de camperaar. En dat wordt weer ingegeven door onder andere de diversiteit van overnachtingsmogelijkheden die we ontberen in ons gebied. En daar willen we aan Coevorden graag ons steentje bijdragen, zodat ook de camperaar de weg naar Coevorden kan vinden. In de programmabegroting staat ook dat daar ook wel opbrengsten tegenover staan. Als het een beetje mee zit, dan hebben we dat ook in een paar jaar weer terugverdiend. En als het een beetje mee zit, als het nog een beetje meer mee zit, zou ik haast willen zeggen, dan willen we heel graag ook, nadat we die investering gedaan hebben, misschien wel weer dat aan de marktpartij ter beschikking stellen. Of verkopen, zoals dat heet. Dank u wel. Verder vragen over de ambities? Maar wilt u dan kampeerplaatsen in de binnenstad maken? Ja. Camperplaatsen. Ja, camperkampeerplaatsen. Nou, dat zijn gewoon plaatsen. Dus de volgende is een camping voor tentjes op de Weeshuisweide. Nou, een camper, dat is op wielen. Ja, ik duid het maar even, want het betekent dat er gewoon parkeerplaatsen komen voor campers, zoals dat heet, en waar een camperaar gewoon een aantal nachten kan staan. En volgens mij is de bedoeling dat maximaal 3 tot 4 nachten is. Dat zijn ongeveer de gebruikelijke periodes dat camperaars ergens op een plaats staan. En die trekken graag rond. En die mogelijkheid willen wij ook hier bieden. En daar passen een aantal voorzieningen bij. Dat willen we ook een beetje marginaal houden. Als dat allemaal luxe moet, ja, dan moet dat maar door de markt opgepakt worden. Maar wij willen wel de mogelijkheid bieden, ook in Coevorden, camperaars hier te kunnen ontvangen. Dank u wel. Verdere vragen over de ambities? Ik kijk de kring even rond. Mevrouw Jaspers, PvdA. Dank u wel. Ook nog even over de camperplaatsen. Waarom is er gekozen voor maar 4 camperplaatsen? Volgens mij heb ik net het antwoord al gegeven. We willen dat niet massaal gaan aanbieden. Daar voelen wij ons als gemeente ook niet helemaal zo lang bij. We willen wel de mogelijkheid bieden. En dat doen we dus op een relatief bescheiden manier. En mocht het zo zijn dat er behoefte is aan veel meer camperplaatsen, ja, dan moet de markt dat wat ons betreft vooral gaan overnemen. Oké, mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje. We hebben het net al even over dat bomenonderhoud gehad. Jullie willen die achterstanden gaan inlopen. Ik vraag mij ook af of jullie hebben nagedacht over het groenonderhoud en om dat weer naar een hoger niveau te krijgen dan het niveau waar we nu op zitten op zee. Een van de andere ambities die u ook ziet staan is juist dat wij extra budget willen creëren om in te kunnen spelen op de wensen die er zijn in dorpen, in wijken, om juist heel gericht op sommige plekken het onderhoud naar een iets hoger niveau te gaan tillen. Om dat vooral dan ook in gezamenlijkheid te gaan kijken. Dat betekent dus niet dat wij in de volle breedte gaan zeggen van nou, we gaan nu opeens terug naar een ander onderhoudsniveau. Ik heb al eerder gezegd, ik vind dat eigenlijk ook een beetje het denken in onderhoudsniveaus, dat
dat zegt iets over een plaatje misschien. Maar met een onderhoudsfrequentie die past bij C kun je misschien wel een B-beeld creëren. Door gewoon te kiezen voor de goede beplanting. Nou, dus die slag die zijn we aan het maken. En daarnaast hebben we dus dat extra budget stellen voor om vrij te gaan spelen. Zodat er ook nog eens heel gericht op die knelpunten waar mensen toch graag een wat hoger niveau willen om daar op te kunnen inspelen. Gewoon in gezamenlijk overleg. En daarmee denken wij dat wij straks over de hele breedte in de gemeente kunnen zeggen dat we een mooi onderhoudsniveau hebben. Volgens mij bent u begonnen met het invoeren van letters achter bepaalde niveaus. Hè. Daar hebben we het net met de brug ook al over gehad. En dat blijft steeds terugkomen. En dat is natuurlijk wel wat de burger of wat de inwoners zien. Hè, die blijven dat onderhoud op C-niveau zien en die blijven er ook over klagen. Hè, de bermen die begroeid zijn. Dus het is wel degelijk iets wat heel erg zichtbaar is. En het zou juist in dit programma, hè, in die ambities, zou het heel goed passen om daar iets meer over te zeggen dan van ja, we gaan dat in overleg doen en we hebben daar wel wat ruimte voor. Want die ruimte die jullie hebben, dat is niet alleen maar voor het groen onderhoud, dat is ook voor andere zaken. Klopt, dat is openbaar ruimte breed. Ik denk dat de inwoner ziet niet of wij nu onderhoudsniveau B of C hebben. Die ziet alleen wat voor groen die voor de deur heeft staan en die wil dat dat voor voldoende niveau is. En ik ben de eerste die zal zeggen dat dat op sommige plekken behoorlijk de wens overlaat. En dat is ook de reden dat dat vorig jaar bij de begroting extra budget voor 2 jaar is toegekend. Om juist een groot aantal plantvakken, waar je dat met name ziet, dat achterstallig onderhoud er is en dat het er allemaal niet zo vrij bij ligt als we zouden willen. Daarom is dat extra geld ook beschikbaar gesteld. Daarvan is het eerste deel alleen nog maar uitgegeven. Dus volgens mij kunnen we het niemand kwalijk nemen dat hij nog ziet dat perkje voor zijn deur dat nog niet is aangepakt. Ik denk dat we eind volgend jaar zien we daar het plaatje van hoe dat moet gaan worden. En op die plekken waar het is aangepakt, daar krijgen we eigenlijk alleen maar positieve reacties dat het zoveel beter is geworden. Alleen heeft daar de droogte soms wat roet in het eten gegooid. En zijn sommige plantjes wel heel erg bruin geworden inmiddels. Maar... Oké, dank u wel. Nog bij vervolg? Discussie? Geen vervolg, nee hoor. Nee, als er een andere vraag is, dan ja. We gaan even zo rond, zodat elke fractie voldoende gelegenheid krijgt om zijn vraag te stellen. Pak allebei? Nee, één maar. Meneer Stoker. Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van ambitiesprogramma Economie Onderwijs, mijn fractie zou graag zien dat we het leerrecht in de gemeente meer gaan benadrukken dan het alleen te hebben over leerplicht. En mijn vraag aan de wethouder is, bent u bekend met de zorg- en onderwijsambities van het kabinet zoals deze zijn neergelegd in het regeerakkoord? En gaat dat voor u ook aanleiding geven om zelf ambities te formuleren op het gebied van zorg en onderwijs? Dat is een hele brede vraag. Ik ken de ambities. En dus zoals u weet hebben wij ook enige onderverdelingen gemaakt in de onderwijsportefeuilles, omdat wij hebben geconstateerd dat aan de ene kant onderwijs en arbeidsmarkt, het nare woord onderkant van de arbeidsmarkt, dat heel erg aan zorgen raakt. Aan de andere kant ook dat het het opleiden of beroepsgerichte opleidingen, dat je dan ook heel erg dicht aan de economiekant raakt. Dus wij, of ik dat ga oppakken, dat durf ik u niet te gaan zeggen. Maar dat wij dat als college gaan oppakken, gaan wij daar gewoon volop mee aan de slag. En willen wij dat die verbinding dat die goed wordt gelegd. Dank u wel. Dan zijn we nu weer bij BBC. De Boy. Dank u wel, voorzitter. Ambities, programma 2, werk, jeugd en zorg. U wilt structureel geld inzetten om laaggeletterdheid terug te dringen of te voorkomen. Dit is belangrijk voor een goed toekomstperspectief. Hier past volgens ons ook bij het tegengaan van digibetisering. We zien dat niet elders aan de orde komt als speerpunt. Waarom niet? En kunnen we het terugdringen van laaggeletterdheid en mogelijk ook het tegengaan
van digibetisering koppelen aan tegenprestatie bij bepaalde groepen uitkeringsgerechten door aandacht hiervoor verplicht te stellen? Nou, waar de afgelopen jaren hebben we al behoorlijk wat gedaan op het gebied van laaggeletterdheid. Gelukkig is het onderwerp steeds meer op de agenda gekomen. Maar tot nu toe is de insteek altijd geweest dat komt vanuit de gelden die daar vanuit de arbeidsmarktregio voor beschikbaar worden gesteld. En die gelden, dat weet u waarschijnlijk net zo goed als ik, die gelden die zijn dus eigenlijk voor de mensen die actief zijn in het arbeidsproces. En gelukkig kunnen we dat af en toe wel wat oprekken. En kun je dus ook mensen die niet actief zijn in het arbeidsmarktproces of waar de inzet ook niet gericht is op het meedoen in het arbeidsmarktproces, kunnen we dat daar wel voor beschikbaar stellen. Maar wij zien eigenlijk steeds meer dat wij aan de ene kant dus heel afhankelijk zijn van dat geld en soms ook wel dat geld of die aandacht aan laaggeletterdheid wat breder willen gaan inzetten. Nou, daarvoor vragen wij structureel dit extra geld. Dat betekent dus wel dat mensen die doordat ze de taal wat minder goed beheersen, of die, want u geeft terecht aan van ja, wacht even, laaggeletterdheid. Het gaat ook wel om mensen die bijvoorbeeld digitaal niet kunnen meekomen. Nou, het gaat ook om mensen die op het gebied van rekenen misschien onvoldoende kunnen meekomen. Dus laaggeletterdheid is wel het containerbegrip of het paraplubegrip. Maar daar valt al dat soort problemen valt daar gewoon onder. Die aandacht die blijft er. Of de tegenprestatie, of dat nou iets is waar we primair op moeten inzetten. Ik denk dat wij voor nu vooral nog moeten gaan inzetten op het weghalen van taboe. Want het taboe is er nog steeds. En dat wij vooral moeten gaan inzetten op het meekrijgen van werkgevers ook. Om daar het belang van de geletterde of het tegengaan van laaggeletterdheid onder werknemers, om dat daar vooral te krijgen, dan denk ik dat we de juiste ingangen te pakken hebben. En dan als we iedereen verder hebben gehad, misschien moet dan eens gaan hebben over die tegenprestatie. Nog één aanvullende. U zei het taboe, maar u doelt dan dat de mensen die het betreft, dat ze het eigenlijk niet willen weten? Ik denk dat iedereen weet dat uiteraard van zichzelf wel, maar ik denk dat schaamte nog een hele grote rol speelt. En volgens mij moeten we dat taboe doorbreken, omdat het helemaal niet erg is als je onvoldoende kunt lezen en schrijven of onvoldoende digitaal vaardig bent. Want het zijn allemaal, zoals het woord al aangeeft, het zijn vaardigheden en die kun je gewoon aanleren. En daar kunnen we mee helpen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat dat gevoel van schaamte, dat taboe eraf komt en dat mensen daar gewoon vooruit durven komen. Want dan kunnen we ze ook gaan helpen. Dank u wel. De heer Stokel had nog een verdiepende vraag op zijn net gebrachte onderwerp. Dus die geef ik even het woord terug. Voorzitter, dank u wel. Sorry dat ik al eerder indrukte. De wethouder probeerde net een antwoord te geven op mijn vraag, maar hij ging daarbij voorbij aan de kern van mijn betoog. Ik had het inderdaad over leerrecht en waar het kabinet vooral ambitie in toont is dat zij kinderen met een ernstige meervoudige beperking ook gewoon meer richting onderwijs wil brengen. Vandaar ook het leerrecht. En op het moment dat we weten dat er in Koevoort op dit moment in ieder geval 23 kinderen zijn die vrijgesteld zijn van leerplicht, dat betekent feitelijk dat we hun het leerrecht ontnemen. Vandaar ik mijn vraag of het college ook voornemens is eigen ambities te tonen op het gebied van zorg en onderwijs voor deze doelgroep. Dank u wel. Volgens mij wat wij willen, en dat is ook de achtergrond van wat het kabinet wil, je wilt iedereen de ontwikkelingskansen bieden waar die inderdaad recht op heeft. En dat moet, dat is maatwerk en dat zal inderdaad moeten, dat kunnen wij niet alleen als gemeente, dat kunnen scholen niet alleen. Dat zullen we in het samenwerkingsverband, dat is dan twee keer verband, zal dat moeten gebeuren. En volgens mij mag u van ons, of mag u erop rekenen dat wij het net zo erg vinden als u, als een kind thuis zit en zich niet kan ontwikkelen. Dan moeten we daar gewoon wat aan doen. Dank u wel. Even kijken. Hoedemaker, D66.
In ambities programma 5 geeft u aan dat u extra geld wil uittrekken voor de verkiezingen 2022. Voor het organiseren van verkiezingsavonden, filmpjes en dergelijke. En dat is een heel mooi streven. Maar voor die tijd zijn er ook al verkiezingen. En deze raad heeft in april een motie aangenomen dat we dan iets dan een andere invulling willen zien van de verkiezingsborden. Hebt u daar ook in uw begroting rekening mee gehouden? Ik denk dat deze vraag bij de heer Bouwmeester thuis hoort. Ik was even afgeleid door een bericht uit de buurgemeente, voorzitter. Misschien kan de heer Hoedemaker zijn vraag nog even herhalen. Graag. Het hoeft niet meer met zo'n lange inleiding hoor. De vraag is of er ook rekening gehouden is, dat er is in april een motie aangenomen in deze raad dat we iets anders willen met de verkiezingsborden. Is daar bij de begroting ook rekening mee gehouden? Want ik zie wel extra begroting voor de verkiezingen 2022, maar niet voor eerdere verkiezingen in bijvoorbeeld volgend jaar al. Nee, in financiële zin is dat niet vertaald in deze begrotingsvoorstellen. Het is ook wel de vraag of dat nou per se tot een begrotingsaanpassing zou moeten leiden. U mag ervan uitgaan dat wij ruim voor de aanstaande verkiezingen nog op dit onderdeel zullen terugkomen. Dank u wel. CDA, geen behoefte meer. PvdA, de heer Mulder. Ja, ambitie 5.21. Eerder in deze raad hebben wij een motie aangenomen om een subsidiecoördinator aan te stellen. Nou, dat staat ook mooi uitgewerkt in uw begroting. Nu is daar ook een bedrag aan gekoppeld en een bedrag van 109.000 euro. Mijn vraag is of hier ook een nulmeting gaat komen, zodat wij ook kunnen zien of dat geld snel genoeg wordt terugverdiend. Wie is van subsidie? De heer Bouwmeester. Laat ik hem maar vanuit de personele portefeuille benaderen, voorzitter. Kijk, wat we hebben ervaren is het nodige mis aan iemand die met name ondersteunend kan zijn aan alle initiatieven waar we mee worden geconfronteerd, waarvan we op zichzelf ook vaststellen dat die best zouden bijdragen aan datgene wat we als gemeentelijke ambitie zouden willen ondersteunen. Maar dat daar de kennis niet meer voorhanden is in onze organisatie die dat overzicht heeft. Dat wordt beoogd met deze functionaris. Inderdaad, die wens is eerder geformuleerd van de kant van de raad. Ik denk dat de constatering of de vraag naar een nulmeting eigenlijk zo verstaan moet worden als, en dat hebben we geprobeerd te verwoorden in de evaluatie die is geformuleerd, dat natuurlijk wel zaak is om te kijken wat staat er tegenover het aanstellen van een dergelijke functionaris en wat komt daarvan terug. En dat zal niet alleen maar inkomsten zijn die we in de gemeentelijke begroting of de inkomstenstaat zien terugkomen. Maar dat kunnen dus ook heel wel resultaten zijn die ten gunste komen van projecten in onze samenleving, waarvan we zeggen, ja, we zouden wel willen medewerken aan dit initiatief, anders dan met geld. Maar daarbij kan deze functionaris er wel voor zorgen dat er extern geld binnenkomt. En dat kan natuurlijk alleen maar blijken uit een evaluatie zoals is voorgesteld. Ja, bij vervolg. Dank u voor dit antwoord. Daarbij heb ik nog wel de vraag hoe u dat dan denkt te evalueren. Wanneer is dat dan een meerwaarde? Niet alleen in geld, maar ook voor onze gemeente. Hoe gaat u dat dan monitoren? Nou, ik denk dat het wel goed mogelijk is om van degene die deze functie zal gaan invullen, om natuurlijk ook verslag te doen, zou je kunnen zeggen, in ieder geval bij te houden, datgene wat er zeg maar, wordt gerealiseerd door zijn of haar inzet. En dat is het materiaal op basis waarvan waar we in het kader van de evaluatie dus met elkaar de balans moeten opmaken of het voldoende interessant is om de aanstelling van zo iemand te continueren of niet. Dank u wel. De heer Bouwers, Politieke Partij Koevallen. Ja, dank u wel, voorzitter. Programma 3, de herstructureringsfonds. En dat, eigenlijk is dat al wat van geschied, maar het gaat nog om het gebied van de voormalige Wilhelmina School. Zou daar in de toekomst geen mogelijkheid zijn om daar tiny houses daar te bouwen?
Kunt u dat hiervoor gebruiken? Dan moeten we daar andere potten voor aanspreken. Nou, we hebben, als het om wonen gaat, hebben we een woonvisie gemaakt. En die is vorig jaar december vastgesteld. Als het gaat om de plek van de Wilhelminaschool, dan hebben we in eerste instantie bedacht dat we daar, hebben we het al eens een keer eerder over gehad, toen ging het over gras inzaaien. En toen zagen we daar geen gras volgens de huidige voorzitter van deze commissie. We hebben besloten om met de... de buurt met Lotuinen om te gaan zitten, in, dat ze op relatief korte termijn gaan doen, om eens te kijken welke ideeën en voorstellen zij hebben. Dat past bij onze stijl, denk ik, als college en als gemeente Coevorden op dit moment. We willen dat heel graag samen doen met de omgeving. En we zullen zien, en als daar tiny houses gebouwd moeten worden, ja, dan hebben we ook nog wel iets te overwinnen vanuit de woonvisie. Dank u wel, meneer Bouwman. Ja, dank u wel voor het antwoord. In ieder geval blij dat er mogelijkheden zijn. Dank u wel. VVD naar behoefte. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje over ambitie 5. Over programma 5, excuus. Daar staat bij ambitie 27... Iets meer in de microfoon. Sorry. Dat voor Torn en Tors worden 2 stageplekken gecreëerd. En nu wordt daar structureel een bedrag van 55.000 euro per jaar voor vrijgemaakt, voor 2 stageplekken. En ik dacht, als ik nou een bedrijf heb en ik heb 2 stagiaires en dat kost mij 55.000 euro, dan komt er nooit ergens meer een stagiaire natuurlijk aan het werk. Dus misschien kunt u toelichten hoe dat bedrag tot stand is gekomen. De heer Huizing. Ja, zal ik hem doen? Volgens mij stageplekken, het gaat om 2 BBL-plekken. En BBL is iets anders dan een stage. En bij de ambitie staat dat het gaat om leerwerkplaatsen. En ja, daar moet gewoon ook voor betaald worden. Die mensen krijgen gewoon de salaris betaald en gaan daarnaast naar school. Dan nog steeds is het een groot bedrag. En er staat ook in BBL stageplekken. Nou, dan heb ik hem in ieder geval anders staan in mijn versie. Daar wordt hij echt op leerwerkplaatsen wordt hij genoemd. Ja, dat gaat dan om 2 medewerkers. En zoals u weet zal dat niet het bedrag zijn wat de medewerkers zelf op hun bankrekening krijgen. Maar zit daar ook gewoon overheidskosten aan. Dus ik denk dat dit een heel reëel bedrag is voor 2 permanente BBL leerwerkplaatsen. Dank u wel. De intentie van het voorstel lijkt me helder in ieder geval. Mevrouw Driehuis, pak. Dank u wel, voorzitter. Bij ambitie 10 omgevingswet geeft u aan dat u ervaring wil gaan opdoen met een aantal concrete pilots. Kunt u dat een beetje concretiseren? Wat voor pilots moeten we dan aan denken? Dat kunnen verschillende pilots zijn. Dat is, de hele centrumontwikkeling hebben we ook gezegd. Dat zien we al als een pilot in het kader van de omgevingswet. Wat eigenlijk om gaat is dat de omgevingswet een nieuwe manier van kijken vereist. Nou, dat proberen we over de volle breedte op dit moment al vorm te geven. Dus meer als een aanvraag voor een ontwikkeling binnenkomt de vraag te stellen van ja, wat vinden we eigenlijk van de ontwikkeling. En niet meteen te gaan kijken van past dat ook binnen onze regelgeving. Maar daarnaast hebben we gezegd, dan is het goed om een aantal aspecten van die omgevingswet, bijvoorbeeld ook als het gaat om visie of planvorming, om eens op kleinere schaal te gaan kijken van waar loop je dan tegenaan. Nou, daar wilden ze eigenlijk gewoon een paar hele concrete, afgebakende projecten voor gebruiken om daar ervaring mee op te doen. En om dat ook te kunnen gebruiken om straks nog beter voorbereid te zijn voor die invoeren van de omgevingswet. Dank u wel. De heer Holtis, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. In het verlengde hiervan, ik heb hem trouwens onder programma 3 staan. Ik mis tegeltje 10 waarschijnlijk van pak. Oké. De omgevingswet, daar spreekt u net over, hè, met de pilots. Er wordt heel veel geld beschikbaar gesteld ter voorbereiding op de omgevingswet.
In hoeverre is eigenlijk duidelijk dat de invoeringsdatum daadwerkelijk gehaald gaat worden? Want het is zomaar 1 januari 2021. En mijn vraag is, heeft het eventuele uitstel van de wet tot nu toe nog extra geld gekost? Of gaat dit mogelijk extra geld kosten? Heeft u daar inzicht in? Nou, wat we tot nu toe steeds hebben gezien is dat ieder uitstel van de wet eigenlijk bij gemeente de reactie opriep van nou ja, dan duurt het nog wat langer. Dus dan ook als gemeente zijn we steeds niet harder gaan lopen. Wat we nu in ieder geval hebben gezegd is, wij zien die hele cultuurverandering zien we als eigenlijk zo goed aansluitend bij waar we sowieso mee bezig zijn. Daar gaan we hoe dan ook, gaan we daarmee verder. Ook als die omgevingswet toch onverhoopt nog weer uitgesteld zou gaan worden. Dus daar gaan we gewoon mee verder. En nee, ik heb niet beeld dat het uitstel ons tot nu toe geld gekost heeft. En ik denk ook dat met, nou, wat ik al zei, de aansluiting tussen wat de omgevingswet beoogt en wat wij zelf graag willen als college, dat die aansluiting zodanig is dat zelfs al zou het uitgesteld of misschien wel afgesteld worden. Overigens, dat laatste gaat niet gebeuren. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan is het nog geen weggegooid geld. Want dan hebben we het gewoon denk ik heel nuttig kunnen gebruiken om stappen voorwaarts te maken. Oké, de heer Hoenemaker, D66. Voorzitter, ik zie hier een probleem opdoemen als het gaat om de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is in uw begroting. De bijdrage aan de afvalstoffenheffing, of het tarief voor de afvalstoffenheffing, gaat in uw begroting al 2,5% omhoog voor het komend jaar. Het belangrijkste, u bereikt mooie besparingen als het gaat om de ophaalfrequentie aan te passen. Maar u kunt niet heen om, het doorberekenen van de rijksheffingen op de verbranding van het afval, van het restafval. Het restafval in Coevorden is heel erg veel, ook in vergelijking met de ons omringende, of althans met Drentse gemeenten. Wij hebben hier per persoon 280, zeg ik uit mijn hoofd, kilo restafval per jaar. En dat is veel. En dat moet in, en vooral in het licht van, het, van de vang. Ambities die zeggen dat het over 3 jaar 100 kilo moet zijn. Mijn vraag is of wij, de Raad, u als college zouden helpen door weer opnieuw een discussie te voeren over bijvoorbeeld DIFTAR. Ik zou bijna willen zeggen, meneer Hoedemaker, het stukje achter mijn vraag is volstaat ook, de heer Huizing. Nee, laat ik zo zeggen. Volgens mij de heer Hoedemaker is helemaal gelijk als hij zegt van die doelstelling van 100 kilo. Dat is nog een lange weg te gaan. Ook in de, daar hebben we het volgens mij ook eerder in deze raad al over gehad, dat een ambitieuze doelstelling is. Zeker als je ziet waar we nu staan. We staan overigens niet helemaal zo negatief als u in uw hoofd heeft, gelukkig. Maar we zitten nog wel fors vanaf. We zitten zo rond de 200 kilo op dit moment. Dus nog steeds het dubbele van wat we moeten hebben in 2020. Wat we willen gaan doen is dat eigenlijk stapsgewijs doen. En u geeft aan van ja, het college behaalt mooie resultaten. En volgens mij inwoners die goed bezig zijn of die steeds beter bezig zijn met scheiden behalen goede resultaten. En daarmee kunnen wij ze denk ik nog ondersteunen door die frequentiewijziging te gaan doen, zodat je niet iedere 4 weken weer moet gaan proppen in die PMD-container om toch dat laatste beetje plastic er nog weer bij in te krijgen. Dus dat hopen we dan op die manier vooral te gaan doen. En dan denk ik dat als we uiteindelijk alle mogelijkheden hebben uitgenut, dat we dan met elkaar eens moeten gaan spreken over dat restafval wat we nog hebben. Op welke manier moeten we daar nou mee omgaan? En dan moeten we denk ik geen enkele manier schuwen. Maar volgens mij is dat juist goed, want dan is die discussie en dan breder dan alleen deze raad ook. Maar gewoon ook met inwoners van welke manier kiezen we nou. En daar kun je kiezen voor het omgekeerd inzamelen. Oftewel, we komen eigenlijk helemaal niet meer bij u langs voor restafval. We halen alles bij u op, behalve uw restafval.
Dat mag u op een aantal centrale plaatsen mag u dat brengen. Je kunt kiezen voor betalen per leging. Je kunt kiezen voor het beschikbaar stellen van afvalzakken tegen een bepaald tarief. En op die manier het geld binnenhalen. Er zijn in de landen, denk ik, goede ervaringen met verschillende manieren. En dan moet je eens gaan kijken wat is nou de manier die het beste bij Coevorden past. Even kijken, ik kijk de kring even rond. CDA, mevrouw Jaspersen, PvdA. Dank u wel. Programma 1.2, actualisatie integraal onderwijshuisvestingprogramma. Gaat het hier alleen om het basisonderwijs of ook over het middelbaar onderwijs? Wij hebben in eerste instantie de keuze gemaakt om in het IAP vooral ons te gaan richten op het basisonderwijs. Maar parallel loopt ook een traject met de nieuwe vesten. En zijn we ook in gesprek met ESTAL. Dus dan hebben we volgens mij het volledige onderwijspalet gedekt. Dank u wel. Mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel, voorzitter. In ambitie 4, of programma 4, geven jullie aan dat alle asbestdaken in 2024 vervangen dienen te zijn. De RUD is daarmee bezig, hè? Die heeft een werkgroep. Nou vraag ik me af of er ook een combinatie wordt gemaakt met de klimaatopgave die we hebben. En of hier ook de zonnepanelen worden meegenomen. Als een asbestdak wordt vervangen, of daar dan ook zonnepanelen op geplaatst worden. Daar zijn in ieder geval asbestregelingen voor geweest. Of die weer komt, want dat was, als ik het goed heb, een provinciale regeling. Of die weer komt, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het goed is om eens te gaan kijken of je inderdaad die combinatie kunt gaan maken. Want dat is een hele logische. En dat maakt de investering voor het vervangen, zeker als het gaat om grote dakoppervlakte, kan het wel heel aantrekkelijk maken. Dus kan het mes inderdaad aan twee kanten snijden. Ik denk dat of wij daar als gemeente geld voor beschikbaar willen stellen, dat is denk ik ook iets wat u als raad zou kunnen meenemen in uw duurzaamheidsambities. Dank u wel voor de reactie. We kunnen dan misschien ook de zonneparken wat verlichten, waar we nog wat discussie over hebben. Dus ik denk dat wij als VVD-fractie daar nog een vervolg aan gaan geven met de motie. Mooi, dank u wel. Voorzitter, misschien alvast een reactie dan. Misschien kan ik uw werk voor een motie besparen. Ik denk dat het niet een kwestie is van of we zonneparken gaan doen of alle daken volleggen. Zelfs als we de zonneparken die we nu hebben, die 100 hectare ontwikkelen en alle daken volleggen, dan zijn we er nog niet. Dus volgens mij is dat geen keuze en moeten we het gewoon allemaal doen. Die politieke discussie starten we nu nog niet. Die bewaren we voor volgende week. Even kijken, pakken is uitgevraagd. Dan zijn we bij de heer Holtis, BBC. Ja, dank u wel. In het verlengde even van mijn buurman in zaken de afvalstofheffing. Zonder de portefeuillehouder neer te zetten als daadkrachtig. Ik vind het allemaal heel mooi genoemd. Er zijn heel veel mooie voorbeelden van onze buren. Maar als ik het zie van het afgelopen jaar, we zouden bezuinigen. 65.000 euro was als doelstelling. Volgens mij gaat dat niet gehaald worden. Vanaf 1 januari wordt het 13 euro, wordt 31 per 1000 kilo. Dan komt er nog eens 165.000 euro bij. Onze inwoners, waar in de programmabegroting over de jeugd wordt gesproken. Nou, volgens mij begint het afvalbeleid bij onze volwassenen. En volgens mij zien die nog niet heel duidelijk in wat hun gedrag op dit moment teweeg brengt qua kostenpost. En als ik dan ook nog vervolgens zie dat, nou ja, men van willekeur naar Zwelo kan om te gaan dumpen, om het zomaar te noemen. Want dat is duidelijk zichtbaar in de cijfers dat wij daar met vlaggenwimpel het grootste depot hebben van Drenthe. Ja, dan vraag ik echt af van wanneer gaan wij zien dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Want de portemonnee die gaat natuurlijk de inwoners straks wel raken. Even afgezien dat we een schifting maken in frequentie van het ophalen van PMD en restafval. Ik denk dat dat een heel goed initiatief is. Maar wat ons betreft kan het niet snel genoeg gaan, ook met pasjes. In ieder geval dat daar daadkrachtigheid ontstaat. Dus ik vraag echt aan de portefeuille om dat te beteugelen. Dat moet wat ons betreft veel sneller gebeuren. Ik snap het ongeduld en ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat zelf ook. Ik vind eigenlijk ook dat het lang niet hard genoeg gaat.
Aan de andere kant, we weten iedere maatregel die we gaan doorvoeren en waar, die we niet fatsoenlijk gaan communiceren, dat leidt ook tot weerstand. Wij weten ook dat voor sommige aanpassingen heb je gewoon wat tijd nodig, dus dat moet je dan ook gaan doen. Ja, dat moet je dan maar incalculeren. U begon met die opgave, die besparing, die hebben we niet gerealiseerd. Nou, ik denk dat we die wel realiseren, dus dat is in ieder geval... Nou, ik wou zeggen mooi meegenomen, maar dat is het niet, want die moesten we gewoon ook realiseren. Maar ik ben het helemaal met u eens, het moet gewoon allemaal nog een tandje hoger. En ik denk dat we daar allemaal aan kunnen bijdragen om dat vooral ook te blijven uitdragen. Van, we moeten veel meer gescheiden inzamelen, want daar begint het mee. En dat de kosten voor verwerking van het restafval, dat die waarschijnlijk de komende jaren nog wel hoger zullen gaan worden... Ja, volgens mij hoef je niet heel erg helderziend te zijn om dat aan te voelen. Dus als we niks doen, dan zien we alleen maar die stijgende trend qua afvalstoffenheffing. Terwijl toch de gescheiden inzameling wel de goede kant op gaat. Dus we moeten met z'n allen nog een tandje bijschakelen. En ik zal van mijn kant daar alles aan doen. Dus in die zin uw oproepen, graag. Ik denk het juiste, snelle, maar wel verantwoorde tempo moeten we gewoon aanhouden. Ja. Even volgvraag. Ik maak de opmerking dat ik de indruk heb dat de doelstelling niet gehaald gaat worden. Is dat een feit dat dat gehaald gaat worden of is dat een aanname? Want in mijn beleving, als ik het zo beluister, dan gaat het niet gehaald worden. Waar is dat op gebaseerd nu? Nou, dan hebben we het misschien over twee doelstellingen. In mijn beantwoording gaf ik aan de doelstelling als het gaat om de besparing van 65.000 euro. Die, als ik kijk naar de cijfers over het afgelopen jaar, de inzamelcijfers en de kosten van de verwerking, dan denk ik dat we die gewoon gaan halen. Bij de jaarrekening weten we dat uiteraard pas definitief. En de doelstelling van de 100 kilo, ja, daar hebben we ons aan gecommitteerd. Dus die moeten we gewoon gaan halen met z'n allen. En ik denk ook dat we daar vooral op moeten blijven inzetten om die wel te gaan halen. Volgens mij is die helder zo. Ja? Verder nog vragen? Aan die kant nog, meneer Mulder, PvdA. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over programmaonderdeel 4 en dan specifiek de begraafplaatsen. Daar wordt uitvoering gegeven aan een motie die wij eerder hebben ingediend. Maar ik mis het onderdeel kostendekkendheid. Komt hier niet in terug. Kunnen wij ervan uitgaan dat het alsnog een plek krijgt? We zijn nog bij de ambities, meneer Mulder. Hè? Oh. Ik denk dat u al bij het programma bent. Klopt, hè? Ja. Dus die pakken we straks even. We ronden eerst de ambities even af. En dan zijn we daar maar vanaf. Pak nog vragen, niet. BBC nog wel. De heer Boy. Ja, voorzitter. Een hele korte over de zorg. U wilt bij de innovatie in de zorg verder kijken dan het sociaal domein. Wat denkt u daarna? Als we naar innovaties kijken, dan zit daar ook een belangrijk deel in de technologie. In de afgelopen periode hebben we regelmatig ons licht opgestoken bij onder andere lokale bedrijven. Onder andere bij een sensorenbedrijf. Wij zien absoluut mogelijkheden om in de huiselijke sfeer ook innovaties door te voeren met lokale bedrijven. Maar ook zeker met aanbieders van zorg om de combinatie van vraag en aanbod eens even heel dicht bij elkaar te leggen. Andere innovaties zien wij ook. Ik denk zelf aan een innovatie die op stapel is, zoals de positieve gezondheid. Alle aanbieders hebben in de vorige periode aan mij uitgesproken dat zij zich committeren. Sterker nog, dat zij met enthousiasme zullen werken met deze methodiek. Dat betekent dat als alle aanbieders van wonen, welzijn en zorg deze methodiek toepassen, dat de taal tussen hulpverleners en tussen aanbieders een stuk gemakkelijker zal verlopen. Bovendien blijft de cliënt zelf in de regie. En als wij binnen 4 jaar zouden kunnen organiseren dat we alle aanbieders met deze methodiek laten werken, dan hebben we een fantastische innovatie bereikt.
U ziet dat een van die innovaties wat mij betreft in de maak is. Dank u wel. Maar dat valt allemaal binnen het sociaal domein, toch? Nee, de eerste innovatie valt ook verder dan alleen het sociaal domein. Dank u wel. Verder nog vragen over de ambities? Die zijn er niet. Dan kunnen we nu naar de programma's. Programma 1, zijn daar vragen over? Ja, oh nee, de heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Het huisvestingsplan binnen het onderwijs, integraal huisvestingsplan, waar vanaf 2017 al aan wordt gewerkt, is daar al een stand van zaken te melden? Ja, zeker is die er. Daar het bureau dat proces voor ons begeleidt, dat heeft inmiddels een eerste schietversie opgeleverd waar de onderwijsbesturen en wij als gemeente op hebben kunnen reageren en volgens mij op dit moment ook nog op kunnen reageren. En dat moet denk ik toch op redelijk afzienbare tijd ook gaan leiden tot een mooi plan wat we nu als raad kunnen aanbieden. Dank u wel. Bij BBC dacht ik ook nog behoefte op programma 1. Nee, niet. Hoedemaker wel. Ja, u geeft aan onder het kopje kunst en cultuur dat u gaat onderzoeken om allerlei organisaties te ondersteunen in hun incidentele en langjarige en grote en kleine culturele projecten. Ik krijg, als ik dit lees, het idee dat u weer terug wilt gaan naar de structurele permanente subsidies zoals die bestonden voor de afgelopen collegeperiode. Klopt dat? Nee. Dat is zeker niet de insteek om weer heel breed met allerlei, in ieder geval vanuit gemeenteperspectief, per stuk kleinere subsidies. Misschien voor de ontvangende organisaties wel grote subsidies, maar om daar weer mee te gaan werken, dat is niet de bedoeling. Wat wij vooral willen is dat uit te richten op stimulering. Dat zal het vooral opgericht moeten zijn. En wat we dus wel willen is met de kunst- en cultuursector, met alle organisaties die daarin actief zijn in gesprek over... eigenlijk heel makkelijk gezegd, wat gaat er goed, wat kan er beter en welke rol zou de gemeente daarin kunnen spelen? Want het is dus uitdrukkelijk niet onze bedoeling om weer terug te gaan naar een heel groot opgetuigd subsidiestelsel met allerlei structurele subsidies. Dus als u zegt ondersteunen, bedoelt u nadrukkelijk niet of niet alleen financieel ondersteunen? Dat klopt. Dank u wel. CDA nog behoefte op dit programma? Nee, niets. Dan kijk, ja, mevrouw Jaspersen wel. Dank u wel. Recreatie en toerisme. Wat willen we bereiken via de bullet? Daar staat nieuwe waarden voor niet kansrijke parken met als doel meer ruimte voor ondernemerschap. Graag een toelichting wat hiermee bedoeld wordt en heeft u daar concrete voorbeelden bij? Nou, we hebben het project Vitale Vakantieparken. En dat is een heel programma. Daar zijn we intern nu mee bezig om daar de organisatie voor op te tuigen. We hebben twee strategieën voor de parken. De een is het excelleren. En dat betekent dat parken die het goed doen, dat we proberen die het nog beter te laten doen. En parken die een flinke stap kunnen maken om die te enthousiasmeren om dat te doen. Uiteraard investeren wij als gemeente daar niet in, maar wordt dat vooral gedaan door de ondernemers zelf. Maar wij kunnen ze daar wellicht bij helpen met expertteams, met beschikbaar stellen van mensen in de taskforce die de provincie Drenthe samen met ons heeft opgetuigd. En de andere strategie is een transformatiestrategie. Dat betekent dat parken waar geen uitzicht meer is op... recreatieve en toeristische bestemming, dat we daar met elkaar naar gaan kijken wat dat dan voor andere opties mogelijk zijn.
Daar wordt natuurlijk flink over gespeculeerd. Maar om daar nu zeg maar, concreet voorbeeld aan te geven per park, dat lijkt me niet heel erg verstandig. Het ligt ook vooral bij de ondernemers op de parken zelf en de eigenaren om in de eerste instantie bij ons te komen. De plannen die ze hebben bij ons onder de aandacht te brengen. Gebeurt dat niet, dan zullen wij zelf die stap moeten gaan maken. En dat kan van alles zijn. Wij sluiten daar op voorhand niet al te veel uit. We zien wel dat er een enorme problematiek schuilt op een aantal van de parken. Die breed al onze portefeuilles van dit college zullen gaan raken. En daar moeten we vooral aandacht voor hebben. Dus om nou heel concreet voorbeelden te geven waar het dan zou kunnen worden. Ja, dat denk ik dat nog wat prematuur is. Dat kan gaan toch in essentie van wonen, maar het kan ook zelfs agrarische bestemming zijn als het aan mij ligt. Dus dat is echt een heel breed palet. Dank u wel. Verder op programma 1 nog vragen? Nog vragen op programma? Nee? Zijn we erdoor op programma 1? Oh, de heer Mulder nog, PvdA. Recreatie en toerisme. Er wordt gesproken over regionale samenwerking. Kunt u ook aangeven hoe de internationale samenwerking met onze buren net over de grens aangaande recreatie en toerisme is? Ja, als je praat over hoe we daarmee samenwerken, dat ligt natuurlijk vooral bij de uitvoeringsorganisatie die wij hebben, Toreco. En die ligt, als het gaat om de samenwerking met Duitsland, ook vooral op het niveau van Marketing Drenthe, als het aan ons ligt. We doen dat graag samen met andere partijen, omdat het simpelweg veel te duur is om daar alleen als koevoren op te investeren. Gelukkig gaat het heel erg goed. Als ik kijk naar een heel recente publicatie op RTV Drenthe, waarvoor dank, staat dat 5% toename is van buitenlandse toeristen in de eerste 7 maanden. En 86% daarvan is Duits. Nou, dat is toch prachtig, denk ik dan. Dus, en ik weet ook dat dat in ieder geval mede komt omdat Marketing Drenthe samen met de gemeenten daar extra inzet op pleegt. Wij hebben ook wel samenwerkingsverbanden. Die zitten eerst op Drentse schaal en gaan daarna naar het buitenland toe. Ik kan wel een rijtje opnoemen, maar ik denk dat als u dat graag wil weten, dat we daar beter even een keer schriftelijk over kunnen communiceren. Dank u wel, helder. Volgens mij kunnen we dan het programma 2, werk, jeugd en zorg. Zijn daar vragen over dat programma? Ja, VVD? Ja, ga de gang, mevrouw Visseling. Ja, dank u wel, voorzitter. Bij het stukje over participatie, daar staat een zin. Specifiek hebben wij aandacht voor het waarderen en financieel belonen van inwoners die zijn aangewezen op de bijstand. En dat gaat in een combinatie met vrijwilligerswerk. En onze vraag is, wat wordt hiermee bedoeld? Is het de bedoeling dat inwoners die zijn aangewezen op de bijstand betaald krijgen voor hun vrijwilligerswerk? Ik zal proberen het ook wat nader te duiden, omdat we hier beperkt tekst willen gebruiken. We hebben in onze mensen in de bijstand een categorie die, laat ik het goed formuleren, in een reguliere baan, dan wel in het bedrijfsleven of een instelling of bij een gemeente, buitengewoon moeilijk aan de bak komen. Dat heeft vaak te maken met een fysieke, dan wel een psychische, dan wel een sociale omstandigheid. Toch willen we graag dat deze mensen meedoen in de samenleving. Toch willen we ook graag dat deze mensen perspectief hebben. En het perspectief van iemand die zijn leven lang in de bijstand zit totdat hij overgaat naar de AOW is financieel een niet al te gunstige, zoals u weet. Als het zo zou kunnen zijn dat wij door kunnen bemiddelen naar vrijwilligerswerk bij een instelling, dan wel een organisatie die veel met vrijwilligers werkt. En die kunnen wij aanmoedigen om deze mensen het perspectief van een vrijwilligersvergoeding in het vooruitzicht te bieden. Dat zou kunnen betekenen dat iemand zomaar 100 of 125 euro in de maand netto
meer te besteden heeft. Wij vinden dat een prettig perspectief voor iemand. En dat kan ook een hele goede aanmoediging zijn om mee te doen, om in het vrijwilligerswerk ook een goede voldoening te vinden en daarmee ook een stuk aan tegenprestatie te leveren. Het zou onderzoek vragen, het zal onderzoek vragen hoe wij zelf met zo'n vergoeding om kunnen gaan. Dus wij gaan in ieder geval in eerste instantie de aanmoediging en de uitdaging aan om de organisaties die zich met vrijwilligerswerk bezighouden, om die in ieder geval aan te moedigen. Met onze consulenten die dat werk doen, om die vrijwilligers ook een ander perspectief te bieden dan alleen de maximale uitkering tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is de intentie van wat hier staat. Mag ik daar nog een vervolgvraag op stellen? Dat betekent dus dat de gemeente inspanningen gaat verrichten om voor deze mensen vrijwilligerswerk ook te gaan zoeken? Dat doen wij al en dat blijven wij met verve doen. Dank u wel. Ik kijk of er verder... Ja, mevrouw Jaspersen. Dank u wel. Participatie en laaggeletterdheid. Zijn de laagtaalvaardige ouders al meegenomen in de 124 taaltrajecten of komen die er nog bij? Een beeld of daar... Er zal ongetwijfeld een laagtaalvaardige ouder tussen hebben gezeten. Maar wat wij zien, en dat vind ik een hele mooie ontwikkeling, is dat naast dat scholen steeds meer aandacht weer gaan bieden aan het echte woordenschat ontwikkelen. Ik denk een punt wat behoorlijk naar de achtergrond was verdwenen. Scholen geven aan, we vinden het belangrijk. Maar wij zien tegelijkertijd ook dat het heel veel kansen biedt als we naast werken aan woordenschatontwikkeling bij kinderen, dat ook gaan combineren met woordenschatontwikkeling voor de laagtaalvaardige ouders. En dat is op dit moment wordt dan vooral gekeken naar anderstalige ouders. Maar ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is om daar om vooral ouder en kind allebei ook vanuit school ondersteund door anderen die daar verstand van hebben, om daar aan die ontwikkelingen te gaan werken. Dus ik weet niet in hoeverre ze in de huidige cijfers echt zitten, maar ik zie een aantal hele mooie trajecten op dit gebied ontstaan. Dank u wel. Verdere vragen op dit programma? De heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat over het stuk participatie. Ook onlangs is er een onderzoek over mensen met verstandelijke beperking en dagbesteding gepubliceerd en bij de conclusies getrokken dat decentralisatie niet heeft geleid tot kwaliteitsverbetering of breder aanbod. Daarvoor zijn de gemeente Coevorden, Borgerloo-Doorn en Emmen zijn daar onderwerp van onderzoek geweest. Is het college ook voornemens iets met die uitkomsten te doen het komend jaar? Wij zijn zeker voornemens om wat met de uitkomsten te doen. U leest ook in de begroting dat wij het hele traject van dagbesteding tot en met werk, dat we dat hele traject opnieuw willen onderzoeken. Ik ben bij die bijeenkomst geweest waarin dat onderzoek gepresenteerd is. Het was een buitengewoon goede bijeenkomst. Ik heb daar ook tot meegenomen dat het wijs is om zeker daar waar het licht verstandelijk beperkte cliënten zijn, dat daar ook het hele traject van begeleiding en dagbesteding bekeken zou moeten worden. Dat daar naar een integrale kijk op zou moeten komen. Want het is niet alleen de dagbesteding. Het is ook het traject van hulpverlening wat dan wel ambulant, dan wel ergens in een huisvesting plaatsvindt. Dus ook dat traject zullen we integraal moeten bekijken. Dank u wel. Verder aan die kant nog vragen op dit programma. Nog een vervolgvraag, meneer Stoker. Nog een vervolgvraag, maar bedankt voor het antwoord. Maar nog wel even een ander onderdeel, namelijk gezondheidszorg of preventie, sorry. Er wordt gesproken in de notitie over preventie doorbreken van intergenerationele armoede. Hebben wij überhaupt ook zicht al over armoede onder de agrariërs in Coevorden? Want dat is misschien nog wel een ingewikkeld punt, maar hebben wij er überhaupt zicht op of er überhaupt ook sprake is van armoede onder agrariërs, onder boeren in Coevorden? Ja,
Ik zal ook even naar mijn collega's kijken of uit vanuit het economisch perspectief daar zicht op is. Ik heb vanuit het sociaal domein het perspectief heb ik niet het zicht. Oké, dat is ook een antwoord. Nee, dat is op zich een antwoord, maar even een aanvulling erop. We hebben vorig jaar hebben gesproken met een flink aantal mensen uit de landbouwsector. En wij merken dat daar grote schaamte is om te spreken überhaupt over armoede. En vandaar ook het aandachtspunt. Want ik dacht van, nou, hier hoort je misschien wel bij. U heeft het zicht in ieder geval niet, dus ik heb een antwoord gekregen. De gang. Ik wil er nog wel iets op aanvullen. Want kijk, het is natuurlijk mogelijk dat mensen zich inderdaad melden en dat niet. Ja, ze kunnen zich melden bij ons, bij onze gemeente. Hè, en daar hebben wij wellicht een oplossing voor. Alleen die schaamte, die begrijp ik. Maar het betreft niet alleen agrariërs als ondernemers. Het zou ook best bij andere ondernemers natuurlijk kunnen gebeuren. En ja, dat hebben wij niet scherp. Dat is ook lastig om dat in beeld te krijgen. Maar ja, we hopen dat het natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen wordt. Wij hebben het niet scherp. Dank u wel voor deze verdere duiding. Hoe zit het verder met de vragen op dit programma? Ja, mevrouw Visseling nog. Ga door gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag betreft individuele voorzieningen. Wij hebben begrepen uit het stuk dat de gemeente Coevorden bezig is om te onderzoeken of een webshop een mogelijkheid zou zijn. En nou staat daar dat dat misschien in samenwerking kan met Borgen Odoorn en met Emma. Maar volgens onze informatie bestaat er al een webshop in Emma. En onze vraag is dan ook, gaan wij dan het wiel weer opnieuw uitvinden of zoeken we aansluiting bij Emma? Ja, de vraag stellen is eigenlijk het antwoord geven. We gaan dus juist niet het wiel opnieuw uitvinden. We gaan kijken of we met Emma en Borgerodoorn samen kunnen doen. Oké, dank u wel. En dan nog een vervolgvraag erop. Worden er dan wel in die webshop, worden dan wel gekeken naar lokale ondernemers, zodat de mensen dus kunnen shoppen in de webshop bij onze lokale ondernemers van de gemeente Coevorden? Zeker. Dank u wel. Verdere vragen op dit programma zijn er volgens... Ja, mevrouw Visseling nog. Laatste vraag met betrekking tot programma 2. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd of die kinderpakketten van de afgelopen zomer, of die reeds geëvalueerd zijn en wat daar uitgekomen is. Die zijn geëvalueerd en u kunt de uitkomsten daarvan tegemoet zien. Ik heb de evaluatie zelf gezien. Ik weet niet hoe die nu in de stroom van documenten richting de raad komt, maar u kreeg daar een uitslag van. We hebben vanavond in de klankbordgroep Sociaal Domein afgesproken dat die op de themaavond kort toegelicht worden, volgens mij. Dus dat komt naar u toe. Zijn er verdere vragen op dit programma? Die zijn er niet. Dan kijk ik u maar eens even aan en ik werp een blik op de klok. Is het een idee om een paar minuten te schorsen, zodat er even geplast kan worden, bijvoorbeeld? Of zetten wij door? Zullen we 5 minuten schorsen? Ja, oké, doen we. Daar nog vragen over? Ja, de heer Holtis, BWC. Ja. Ik heb hem niet teruggelezen, maar ik heb een vraag met betrekking tot breedband. Dat is ook leesjes en vorderingen. Inmiddels wordt het belang van breedband door vrijwel iedereen onderkend. We hebben in ons programma heel duidelijk de ambitie vastgelegd om toegang tot breedband binnen de gemeente voor iedereen zo spoedig mogelijk te maken. Nou, er worden heel veel vorderingen gemaakt. In de kaderbrief lezen we de gemeente dat een ondersteunende en faciliterende rol wil vervullen. Schop gaat volgend jaar de grond in. BBC wil daarom graag op korte termijn proberen helderheid te krijgen over de rol van de gemeente nu. Weet u al of er leesjes verschuldigd zijn bij de aanleg van glasvezel? En zo ja, wat is dan de grondslag? En kunt u al een globale schatting van de totale kosten geven? En we vragen wij dit ook omdat we graag zien dat glasvezel leesjesvrij wordt aangelegd. Dat is onze vraag. Ja, de vraag begrijp ik. Het is ook inderdaad zo gesteld. Wat we
Wat ik nog niet precies weet is of die leges helemaal naar nul gaan. Wat ik wel heb verkend, en dat was ook al een vraag van Glasvezel Zuiderveld, of de leges in rekening gebracht moeten worden. Nou, dat lijkt marginaal. We hebben geen precariorechten of belasting meer hier in onze gemeente. Dus daar mogen we niet op heffen. Die wordt overigens ook op langere termijn, volgens mij 22, afgeschaft. Op dit moment is het beeld in ieder geval dat er maar zeer beperkt, en dan praat je over enkele honderden euro's, leges zouden moeten worden in rekening gebracht. Meer niet. Oké, helder. Andere vragen over belastingverordeningen? Ja, mevrouw Sieben. Dank u wel, voorzitter. Ik blijf een beetje hangen in de zonnepanelen vandaag, geloof ik. Ik heb een vraagje. In de OZB, in hoeverre wordt de waarde van de zonnepanelen, een eigenaar investeert in zonnepanelen en moet daarvoor betalen, bespaart aan de andere kant ook wel weer wat. In hoeverre wordt de waarde van die zonnepanelen meegenomen in het vaststellen van de WOZ-waarde? Als ik iets verkeerd zeg, dan gaat mijn collega mij wel corrigeren. Kijk, een pand heeft simpelweg een totale waarde. En of er nou zonnepanelen op zitten, of daar is een isolatie in aangebracht, of dat zijn allemaal zaken die over het algemeen aan te nagel vast aan die woning zitten. Dat kan de waarde wellicht iets opdrijven. We hebben daar geen correctiemechanisme voor, volgens mij. Dus het is gewoon een waardebepaling die, nou ja, zeg maar, gedaan wordt, die af en toe geactualiseerd moet worden, uiteraard. Die we soms actualiseren door mee te gaan in de prijsstijgingen in onze regio. Maar dat is dan ook zo ongeveer de methodiek. Dus het is aan de nagel vast aan het vastgoed. Ja, dan zul je daar ook de consequenties van kunnen terugzien, zeg ik. Vervolg nog. Mag ik nog een vervolgvraag stellen? Ik begrijp de techniek, alleen we hebben natuurlijk echt nog een hele grote opgave, hè, in die klimaatneutrale gemeente te zijn. En het werkt niet heel erg stimulerend. Dus ik vraag me af of daar niet een vrijstelling voor kan worden opgenomen. Nou, je kunt overal vrijstellingen voor opnemen, maar dan zou ik u ook willen vragen, laten we dan met elkaar eens even een rekensom maken. Wat bijvoorbeeld een investering van 6.000 euro aan extra OZB zou opleveren. En dan denk ik dat we met elkaar heel snel de conclusie kunnen trekken dat dat nou niet de methode is om iets te stimuleren. Oké, mevrouw Sieben denkt er nog over na, volgens mij. Anderen nog met vragen? Niet. Dan kunnen we daarmee dit agendapunt denk ik ook wel afronden, want daar zal de hamer dan wel overvallen in de volgende vergaderingen. Dan hebben we nog agendapunt 16, actualisatie financiële beleidsnota's. Zijn daar nog vragen over? Daar is geen enkele vraag over. Dat kan ook als hamerstuk dan afgewerkt worden. Dan hebben we nog te doen het verslag van de commissie 2 oktober. Daar nog iets over? Niets. Dan kunnen wij deze vergadering sluiten en dan wens ik u allen een wel thuis.